Hoi, ik ben Hielke Bonnema en dit is de 100% Inspiratie podcast met Thijs en Hielke en ik 100% Thijs! Hielke, welkom. Het is uh, nou niet eens bijna. Het is eigenlijk zonde dat de luisteraar afgelopen uur niet heeft meegekregen, want nou, wij kennen elkaar net en we, we bespreken natuurlijk even voor En de energie en de, de, de broederschap, wat mij betreft, klotst tegen de plinten tussen ons. Uh, dus dank je wel dat je hier in de podcast veel plaatsnemen. Uh, nou, even heel kort over jou. Je bent oprichter van de Academie uh, voor Opstellingen. Je hebt meer dan 25 jaar ervaring in opstellingen. Er zijn wel acht eerste vragen door mijn hoofd heen gegaan. tijdens ons fantastische gesprek afgelopen uur. Van oh, dit is kikken om meteen mee te beginnen. En dat. Nou, om de luisteraar naar een beetje mee te nemen. wat mij betreft is man zijn. Wat houdt man zijn nu in? Met alles erop en eraan. Dat is een mooi uitgangspunt voor, voor deze aflevering. En laten we gewoon even. Heerlijk bij het nu beginnen. Wat voor fantastisch, interessant groen sapje ben je hier aan het drinken? Nou, we hadden het er net al over: Ook mijn liefde voor uh, plantmedicijnen en kruiden. En ik drink, uh, ben ooit getrouwd geweest met een Chileense vrouw. Dus in Zuid-Amerika drinken ze mate. Ja. Mate is een, in Argentinië en in Chili en in Uruguay, Paraguay, Brazilië. En uh, daarnaast heb ik er ook Bobinsana in. Dus ik hou van uh, de natuur en alles wat ermee te maken heeft. En uh, ja, in plaats van koffie te drinken, drink ik kru kruidenthee. Wat, wat, wat geeft jou dat, het drinken van dit? Uh... Er zit een beetje cafeïne in, dus je ja, ja? wordt er wakker van. Maar okay. het grond ook tegelijkertijd. Dus ja. dat maakt je en wakker van de cafeïne. Maar er zit ook een soort kruid in, waardoor je ja, in je centrum, in je kern uh, bent. En Bobinsana is iets dat helpt om je, ja, hoe heet het, je hart iets meer te openen. Ja. Het is een ondersteunend kruid wat voor ceremonies vaak gebruikt wordt. Ja. En drink je dan helemaal geen koffie meer? Nee, ja, heel af en toe is ik in. Ik was uh, twee weken geleden in Italië op vakantie. Dus als ik in Italië ben, vind ik het wel heel erg lekker om dan daar te doen wat ze daar doen. Dus dan drink ik daar weer espresso na te eten. Ja. Maar dat hoort bij Italië. En hier drink ik eigenlijk de afgelopen maanden nee, geen koffie gedronken. En om er dan toch meteen in te duiken, Hielke kan me niet inhouden. Wat is man zijn voor jou? Um, ik wilde eerst even terugkomen voordat ik die vraag van jou beantwoord op. Dat ik ook erg geraakt ben door ons gesprek van net. Dat was echt een heel diep, uh, liefdevol, geraakt, emotioneel. Over jouw pijn, ja. over mijn pijn, over relaties, over ja. seksualiteit. Over uh, ja, moederwond, moeder-vaderwond en hoe we... Met liefde en intimiteit in relaties en uh, uh, verloren relaties en de pijn. En hoe we zowel bij onszelf kunnen blijven, maar ook in relatie met onze liefde en onze partner kunnen blijven. En uh, hoe, we, uh, ja, hoe, hoe soms heel verdrietig we ge toch gecastreerd worden, terwijl onze vrouwen dat ook niet willen. Ja. Hoe we ook kunnen zorgen dat we. Ja, uh, ik heb heel verdriet. Ik voel ook het verdriet. Uh, over de mislukte relatie of de pijn. Dus ik zou, mijn wens is om vooral voor alle mannen en vrouwen. Uh, om te kijken hoe we liefdevolle, gelukkige relaties kunnen scheppen. En hoe we de voorwaarden kunnen creëren om op een hele liefdevolle manier met z'n allen in verbinding te kunnen zijn. Gelukkige gezinnen en families kunnen vormen. waar ook onze kinderen dan in thuis kunnen komen. Ja. En uh, om dan jouw vraag te beantwoorden. Ik denk dat er in onze cultuur heel veel verwarring is. Uh, want als je het hebt over man zijn, dan zijn er allerlei culturele programmeringen die er lopen. Ja. Ik begin eerst even met wat ik denk dat het niet is. Uh, ik heb als jongetje, ik denk dat een van de eerste films die ik zag misschien wel uh, uh, ook uh, de, de serie van James Bond is. Ik noemde dat vroeger ook als jongetje Jace de Bond. Sprak ik nog Fries? Ja, yeah. zei ik tegen mijn ouders in het Fries. <laughs> en ook Rembo. Uh, dus, maar dat is dus een kruising tussen Rembo en James Bond en Beverly Hills kop. En dat is eigenlijk wat man zijn niet is. Dus man zijn is niet jezelf afsluiten in je hoofd. Uh, agressief en bommen gooien, dat is allemaal niet man zijn. Ik denk dat man zijn vooral ook heel erg gaat over je, je, je organische, je biologische, rauwe lichaam. Ja. Ik denk dat het met je aandacht in je lichaam zitten. En ja, misschien, misschien een beetje plat, maar in je ballen kunnen zitten. En dat kunnen voelen in je... In, in je in je penis en in je ballen en in je hart, en, en de liefde kunnen voelen die het is om een man te zijn. En wat jouw biologische innerlijk vanuit hart en liefde en, en wat het betekent om. Ik denk dat ik het meest man ben. in de seksualiteit, intimiteit en in de liefde met mijn vrouw, zeg maar. En dat ik ook het meest vader ben, man zijn en vader ben in de liefde voor mijn kinderen. Ja. En dat ik ook het meest man ben in. Ik denk dat het altijd gaat over hoe je in relatie iets bent. Ja. En ook ja, vader of medeleider ben van deze samenleving. Uh, dus ik wil ook alle mannen uitnodigen om leiders te zijn. En uh, ja, medescheppend te zijn. Dus ik wil jou ook uitnodigen. Dus ik ben je ontzettend dankbaar dat ik je gast mag zijn. En ik. Ja, we, hebben, we hadden misschien wel onderwerpen voor vijf podcasts. Ja. Nou ja, en wie weet komen er vijf podcasts. Ja. Dat sluit ik zeker niet uit. Ja. Even om, om voor de duidelijkheid wat man zijn dus niet is, is Rambo. Nee. Ja, dus Sylvester Klopt. Stallone met je mitrailleur. kito. Ja, een uh, beetje op je borst slaan <clears throat> en een beetje, nee, ja. Ja, nee. Of is dat ook mannelijke energie, maar wellicht toxische mannelijke energie... of doorgeslagen mannelijke energie of egomannelijke energie? Ja, dat is mooi uh, geformuleerd. Ik denk dat dat, uh... maar ik denk eerder dat het niks met, ik denk dat dat niks met mannelijkheid of vrouwelijkheid of te maken heeft, maar meer, want ik denk dat vrouwen net zo goed uh, op die toxische manier als rembo zich gedragen ja. en dat we allemaal mannelijke en vrouwelijke energie in ons hebben. Ja. Maar ik denk dat en dat komt ook uit al die opstellingen en lichaamsgerichte psychotherapie. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we onze biologie uh, dat wat we van binnen voelen en wie we ten diepste zijn. Uh, denk dat we dat als uitgangspunt moeten nemen. Zeg maar. ja, je gaf... Het verschil tussen gender, natuurlijk. Ja. Wat je dus als gender zou kunnen zien. En daarin mag alles. Ik ben heel dankbaar dat in onze huidige samenleving. We, uh, dat, dat er steeds meer nieuwe gendervormen bij komen. Uh, maar waar ik soms zelfs wat verdrietig uh, van word. is het, de manier waarop we met ons lijf. Ik zeg ook bewust niet het lichaam, maar ja. waar we met onszelf omgaan, zeg maar. Dat word ik dat. Ik denk dat het heel belangrijk is om en dat laat eigenlijk ook al die opstellingen zien om iedere keer weer terug te keren naar de aarde, naar ons lichaam, naar onze liefde, onze wie we in wezen zijn. Waar refereer je daarnaar naar als je het zonde vindt hoe we, hoe sommige mensen, of wellicht de meeste mensen met hun lijf omgaan? Nou, ik, uh, ik denk dat het heel dat als ik naar mezelf terugkijk, dan. Dan heb ik een enorme reis moeten maken om terug te keren van altijd maar in mijn hoofd leven. Eigenlijk mijn lichaam als een soort ding yeah. te zien wat ik gebruik. Ja. Yeah. Yeah. En dat, yeah. dat yeah. komt ook natuurlijk voort uit onze geschiedenis. Een soort van mijn lichaam is een vervoermiddel om mijn hoofd van A naar B te brengen. Ja, dat komt natuurlijk vanuit Descartes en dualisme en materialisme. Het lichaam als een soort gebruiksvoorwerp, ja. zeg maar. In plaats van als een tempel van de ziel. Ja. En ik heb wel zelf gemerkt hoe meer ik lief kan zijn voor mezelf in mijn lijf. Ja. Dus hoe meer ik met mijn aandacht, letterlijk als we hier zo zitten, van mijn hoofd. Van mijn controlerende, alles willen controlerende hoofd en uh, wat ik door mijn ogen heen naar buiten ga. Hoe meer ik, misschien ook leuk om mee te doen, ook voor de luisteraar, ja. hoe meer ik durf af te dalen langs mijn keel, zeg maar, mijn kaak te ja. ontspannen en ja. in mijn hart te ademen, maar ook mijn buik te voelen. Dus hoe meer ik durf om werkelijk, en uh, vele jaren heb ik heel goed kunnen praten over gevoel. Hè? Maar het echt voelen, zeg maar. Echt afdalen en, en, je, en, en echt in jezelf zakken, zeg maar. Nou, dat is als het we hebben over man zijn, dan, dan. Dan is met het voelen van mijn kwetsbaarheid en mijn sterfelijkheid en mijn, mijn zachtheid, maar ook mijn krachtigheid en mijn, mijn, het voelen van mijn lichaam en mm. mijn darmen. En mijn, ja, wat, 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 wat wil mijn lichaam mij vertellen? Wat wil jouw lichaam jou vertellen, Thijs? Wauw. Geld dit? Of is de vraag ook echt aan mij? Ja, nee, <laughs> ik probeer nee, hem nee. gewoon te bypassen. Nee, nee, maar ik zat <laughs> nog... Ik kan natuurlijk niet anders dan ons voorgesprek. We gingen helemaal in ja. een soort uh, nou, broederschap. Ja, 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 ja. Ik, ik had het over, over echt wel iets kwetsbaars. En, en uh, wat, wat een patroon van mij kan zijn. En in mijn relatie. En je gaf meteen aan, oeh, met hoe je nu zit. Uh, je sluit jezelf helemaal af. En uh, je zei, jij, ja. jij benoemde meteen... Uh, ja. uh, wat, wat mijn lichaam eigenlijk al aangaf als signaal. Ja. Ja, het was puur omdat ik dat natuurlijk in mezelf herken, hè? Ja. Dus uh, dat je zat met je ene been over je andere been, je, je ballen afgeknepen zo. Ja. Van, uh, en je, 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 je deed echt een appel, om, ook omdat ons voorgesprek over de telefoon... Ja, het ging, het, vroeg ik je meteen van, goh, wat, want het toeval bestaat niet, zeg wel altijd, hè? Van, goh, en... Uh, je, je zal vast deze podcast maken om, omdat het leven jou iets hieruit wilt leren. Ja. We maken het ook voor de luisteraar, maar we doen het ook voor onszelf. Ja. In die zin is altijd subject, object en object, subject. En uh, ik denk dat het heel belangrijk is voor ons als mannen. Dus ik maakte net even die referentie. Er wordt in onze cultuur ook wel misbruik van gemaakt over je ballen voelen. Ja. Maar eigenlijk zijn de ballen natuurlijk heel zacht en kwetsbaar. Ah. Niet als in onze cultuur wordt vaak gedaan: met je ba ballen hebben. Yeah. Maar dat, laten we heel dichtbij en organisch zijn. Dan zijn ballen eigenlijk heel zacht en kwetsbaar en levengevend. Yeah. En uh, dus mannelijkheid is misschien wel ook zacht en kwetsbaar kunnen zijn. En heeft ook niks te maken met wie je nou het bed deelt. Ik, ik vind juist soms mijn homoseksuele. Vrienden kunnen soms mannelijker zijn dan sommige van mijn heteroseksuele vrienden. Het gaat dus helemaal niet om ego of identiteit of ja. gender. Het gaat veel meer over hoe durf je uh, in je lijf te zitten, zeg maar, en daar je mannelijke lijf uh, ja. uh, tot jou te laten spreken. Dus dit is zo nieuw voor mij dat je, uh, hoe je nu refereert naar de ballen, <laughs> klinkt ja. gek om wat zo te zeggen. Ja. Maar uh, wat je gaf net aan nou, wat mannelijkheid in jouw perceptie niet is, is Rambo, even zo samengevat. Ja. Ja. Waarbij je inging op wat het voor jouw gevoel wel is, gaf je aan nou, verbinding met je, me, met je ballen. Maar daarna wees je ook naar je hartgebied en gaf je aan uh, liefde. Uh, verbinding met liefde en met je hart. Ja. Uh, en mijn interpretatie daarbij was... oké, okay, dus de, de mannelijke kracht... dat zit meer in je ballen. Uh, en, en dan de zachtheid... die zit in je hartgebied. En dan ja. geef je aan... nee, eigenlijk ook zit de, de, de zachtheid ja. in, je, in je ballen. Ja, dus het is heel belangrijk... om daarin de culturele verwarringen te zien... hoe onze cultuur soms dingen schept die niet kloppen. En daarbij dicht onze biologie... onze organische werkelijkheid... wat we echt voelen... Ja. Dus ik ben mijn hele leven is wel een reis geweest van heel vroege shock en gedissocieerd zijn en niet erbij zijn, naar toch steeds dieper en meer kunnen en durven voelen. Ja. En, uh, en daarmee ook meer en meer echt in relatie staan. Zoals ik nu vanochtend ook met jou meteen dan. Uh, ja, in, 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 dus ik, ik wil iedereen uitnodigen, mannen en vrouwen, om hun lichaam serieus te nemen. Ja. En, uh, en dat is in het begin vaak moeilijk, want dat betekent dat je eerst meer kwetsbaarheid ontdekt in je hoofd, in je ego-afdekking af, en in je ego-soorten. kan je lekker jezelf bepantserd. Uh, niks schaadt mij, niks raakt mij. Ja, uh, in je ben ego op... ben je super zelfverzekerd. Super <laughs> zelfverzekerd. Ach, jouw meningen van anderen? Laat ja, me niet lachen. Maakt maakt het <laughs> uit. Gewoon, I'm here en niks raakt <laughs> mij. En, uh, sorry, ja. Maar als je dan afdaalt, dan je sterfelijkheid en je kwetsbaarheid. Maar daar, daar ontdek je wel de echte verbinding. Want als jij niet echt in verbinding kunt zijn met jouw kwetsbaarheid en jouw zachtheid en jouw ook jouw kracht, hè? wat niet alleen kwetsbaarheid... je hebt ook je darmen en je spieren en ja. je botten... en je, je tong en je ogen ja. en je, 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 je hele wezenlijkheid. Je, 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 je zenuw, je, 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 dus je hele wezenlijke... je vuur en je passie ja. en je, je warmte en je enthousiasme... wat wij met elkaar delen. Ik kan je ook niet echt in verbinding zijn in relaties... Dus als ik uh, naar heel veel vrouwen luister, dan zie ik dat ze echt hun mannen vaak missen, uh, of de vrouwen de vrouwen missen, of de mannen de mannen missen, of iets ertussen in de maak tegenkomen. maar Ik zeg maar dat als jij niet bij jezelf bent en je in je eigen gevoel of je eigen lichaam kunt zijn, dan heeft dat echt effect op de intimiteit, op de, het gevoel van verbinding en op de kwaliteit van je relatie. Ja, want je vanuit de verbinding met jezelf... verbind je met de ander. Ja. Dus de mate waarin jij verbonden kunt zijn met jezelf... en dan ja. kunnen we daar weer helemaal op ingaan... Ja. hoe dat wellicht systemisch werkt... en je moeder of whatever... maar de mate ja. waarin jij met jezelf kunt verbinden... vanuit die plek... dat maakt ook de mate uit... waarin je met een ander kan verbinden. Ja, dat is honderd procent... het investeren... ik ben zo dankbaar dat ik mijn hele leven... ondanks dat ik uh, de vet veel trauma's zijn... dat ik altijd... Uh, heb geïnvesteerd in mezelf. Hè? Ja. Dus ik was ook, uh, jij vond het wat aanmatigend, maar op jouw website staat ook <laughs> hè, dat je 50 jaar had geïnvesteerd in persoonlijke ontwikkeling. Ik vond dat een mooie uitspraak. Want het, ik denk dat het investeren in persoonlijke ontwikkeling ook iets wat. Het, het is tot een soort rand hobby achtig fenomeen in onze cultuur. Maar de oude Grieken. Uh, ik voel ook mijn eigen inspiratiebron zitten in de Pre-Socratische Grieken. Ja. Mensen die voor Plato Aristoteles. Dus ik heb een academie voor opstelling, omdat die gebaseerd is eigenlijk op de Keltische, druidische en de presocratische traditie. En voor hun was persoonlijke ontwikkeling de basis van alles. Want als jij niet helder jouw eigen bewustzijn transformeert. Als je niet kijkt naar jouw eigen bewustzijn, kan je nooit op een goede manier naar de buitenwereld kijken. Ja. Want dan kijk je altijd door de lens van jouw eigen ego verwarring. Ja. Ja, en als ik dan. Want ik was net licht kritisch naar mezelf dat ik het een beetje een blaaskakerige tekst vind. De tekst is ook echt al misschien 5, 6, 7 jaar oud, dat ik ja. 50k in persoonlijke ontwikkeling heb geïnvesteerd. Het zegt wat mij betreft, en dat is een onderwerp wat vaker in deze podcast naar boven komt, het zegt niet zo heel veel over, het zegt heel veel over hoeveel je hebt geconsumeerd, maar het zegt niet zoveel over hoeveel je werkelijk hebt ontwikkeld en bent gegroeid en innerlijk werk hebt gedaan. Ja, uh, nee, dat klopt. Een groot gedeelte van die 50k zit inderdaad in coaches en in therapie, maar ook in allerlei Tony Robbins-seminars. Ik zeg niet dat die niet waardevol zijn. Ik heb er ja. fucking veel geleerd en ja. echt heel veel uh, kunnen bouwen door wat ik daar heb geleerd. Maar het zegt niet per se iets over hoe ver je bent in je ontwikkeling en je bewustzijn. Nee, je kunt. Ik, 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 ik denk dat ik pas op het moment dat ik mijn eigen bewustzijn heel serieus ben gaan nemen. Dus in het begin begon ik als een. Zoeker met pijn en, en ja, als een soort consument. Mooi dat je dit onderwerp uh, ter sprake bent. Je, je consumeert, want je bent op zoek en je, je, je zoekt eigenlijk nog inspiratie van buiten. Ja. Daar kan je heel lang in blijven hangen. Omdat er ergens onder een traumaatje zit: van ik ben niet goed genoeg. Ik moet iets leren van een ander, want ik, ik, ik weet dit nog niet. Ik ben daar nog niet en een ander weet het wel. En ja. In het begin is dat een goede fa fase. Hè? Ja. ja. Maar op een gegeven moment is het heel belangrijk in je ontwikkeling, en dit is vooral voor mensen die al een, die al een paar stappen gezet hebben, belangrijk dat je ook op een gegeven moment realiseert: wacht eens even, het zit ook in mij. En ik ben pas echt gaan groeien toen ik dus niet meer op zoek ging naar uh, uh, iets buiten mezelf, maar hoe ik technieken en methoden gebruikte om datgene wat al in mij zat ja. dichterbij te komen, zeg maar. Maar hoe ik al het vertrouwen had ontwikkeld, het begin of een soort inzicht had van, wacht even, die liefde of die ziel of die goddelijkheid of die, die, die bezieling, hoe het of inspiratie, dat ben ik al, dat is al in mijn, dat zit al in mij. Ja. En ik heb alleen maar erop te investeren om dat nog wat meer daarin vertrouwen te hebben, ja. dichterbij te komen. Ja. Ik, ik, ik zie dat heel beeldend voor me. Van ga je op zoek naar iets, iets buiten jezelf, of naar een toekomstdoel of droom. Um, en, en maak jezelf wijs dat daar het licht is. Als dan, of merk je, en dit klinkt misschien wat zweverig, maar ik ben het licht. En natuurlijk, je hoeft niet dan, als je dat eenmaal ervaart. In hoeverre je dat kunt ervaren, hoef je dan niet op de bank te zitten. Ga dan zeker met je licht ook gewoon de wereld in een toffe dingen doen. Ja. Maar het is om het even zo duaal neer te zetten. Zeker. Het is niet van, oh, dat is mijn droom of doel, want daar is het licht. Nee, ik ben het licht. En vanuit het licht, wat is mijn zielsmissie en zingeving? En kom ik in actie. Maar ja. ik hoef niet daar te komen om iets te ervaren, want het zit al in me. Ja. Is dat, dat is dan gewoon even mijn woorden. Nee, dat hoor. is heel mooi hoe je dat beschrijft, maar in, in het begin van dit pad is het wel zo dat je eerst bij anderen dat licht ziet. En dat je ook een soort doel of een soort streven. Dus in het begin heb je wel je persoonlijkheid bij je nekveld te pakken en te gaan streven op een soort rationele, doelmatige manier iets te willen leren, zeg maar. Yeah. Maar op een gegeven moment zit dat juist in de weg. Yeah. Uh, dan is het heel belangrijk om, uh, om niet... Ja, om uh, werkelijk... Uh, met je hart en ziel, vanuit je hart en je ziel te gaan. Dus, je, dus dat je niet vanuit je persoonlijkheid. Ik wil iets bereiken. Want als je heel goed invoelt, dan zal je zien dat in, het, in de toekomst iets willen bereiken. dat dat vaak iets is omdat je in het nu een knagend gevoel hebt. dat er iets nu niet lekker voelt. Ja. Het is een soort. Drugs eigenlijk. Ja. Die, die, die dat succesdenken. Ja. Of dat, dat streven naar. Ja. Het is een soort egofix eigenlijk. Ja. Ja. En die heb je in het begin zeker nodig. In het begin van het pad is die egofix. Zodat je geïnspireerd wordt. Omdat je zoiets hebt van. Wauw, ik wil gewoon dit. Maar op een gegeven moment ontdek je. Jeetje, eigenlijk is de motivatie. Klopt mijn motivatie niet. Want eigenlijk. Hier, dus ik ben al 25 jaar op een, misschien al 30 jaar inmiddels, op een meditatiepad. En de eerste 10, 15 jaar was ik gewoon super geïnspireerd. En wilde ik echt, maar dat was eigenlijk omdat ik zoveel pijn had van binnen. Zoveel trauma's dat ik wilde er eigenlijk nog vanaf. Yeah. Dus ik ging van de party scene en drugs eigenlijk naar spiritualiteit. Mm. Ook weer als een soort nieuwe fix. Ja. Yeah. Ik was wel vet geïnspireerd, en, uh, maar, maar eigenlijk was die hele vette enthousiasme en geïnspireerdheid een soort... Ja... Dat, 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 dat zat niet, dat, dat, dat was een wabbelfundament. Dus het werken aan je fundament, ja. wat betekent is... Dat wil ik ook aan de luisteraar, maar ook aan jou vragen. Van, durf eerst je wabbelen fundament te herkennen, zeg maar. Van jeetje, ik ben eigenlijk heel verdrietig of het knaagt nee. ergens of ik... Jeetje, mijn ouders of mijn, mijn samenleving of mijn werk... of mijn relatie, ik ben eigenlijk verdrietig of boos. Of ik, ik, eh, of ik voel eigenlijk helemaal niks al heel lang. Ik kan echt helemaal niet bij mijn yeah. gevoel. Dus dat te erkennen, dat is eigenlijk een betere stap dan... en dan van daaruit te zoeken naar hey, wie ben ik nou eigenlijk ten yeah. diepste. En het klinkt alsof je net stelde dat je het wel eerst nodig hebt... om het wel buiten jezelf te zoeken. Om, om wel eerst die route of die illusie van doelen en dromen in te stappen of je gaf ook aan... om het licht aan een andere mensen te zien. Uh, heb ik dat goed begrepen? Ja, dat naar jouw als mening ik naar heb jou je... kijk nodig, bijvoorbeeld... Ja? of naar mezelf kijk... maar ook naar andere vrienden op dit pad... dan zie je dat je het eerst soms nodig hebt... om het licht... buiten je in iemand anders te herkennen. Want uh, dat je eerst... in de eerste stappen... dat je soms zo verloren bent in deze wereld. Ik, ik, als ik naar mijn eigen proces kijk... ik ben nu bijna voor dit jaar 50... En ik ben op jonge leeftijd uh, een aantal keren heel diep geraakt. Ik weet nog dat ik uh, heel diep geraakt was in pijn. In mijn een van, toen was ik 22. Ik woonde in de Verenigde Staten. Ik uh, zat vet diep in de party scene. In de Roxy, en de macho. Toen, in uh, begin jaren 90 Was eigenlijk helemaal mezelf kwijt. Ja. Mijn ouders zeiden, shit, ik moet, we moeten hem toch helpen. Dus ik ben hun ziels dankbaar voor de kans dat ze me in Amerika hebben laten studeren. Ik weet niet wat er met mij terecht was gekomen. Als dat niet zo was. En uh, toen ontmoette ik, dat heb je altijd op je pad, een soort reis van de held is het. Hè? Dan ontmoet je een aantal gidsen. Ja. Ja, net als, uh, net als uh, Frodo met de reis van de ring. Of uh, Luke op de reis van de... He, de ja. Yoda op de reis. Of Frodo ontmoet de Gandalf de Grey. En Frodo... Ontmoet, he, dus je, je ontmoet een aantal gidsen. En nou, dat zijn soms ook vrienden. N N Neo ontmoet Morpheus. Neo, very good. Neo ontmoet Morpheus, de teacher. En dan heb ja. je ook nog de, de keymaker. En dan heb je nog iemand anders. die De, 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 de oracle. Mm. De oracle. Neo nee, nee, ontmoet nee, die ja. oracle. Ja. Dus... Uh, maar dat is allemaal een metafoor van een mensenleven. En uh, die ontmoet je pas. De student, de teacher is ready when the student, the teacher will, de leraar uh, lera wordt wakker als de student klaar is. En ik ontmoette die leraar toen ik in een relatie zat in Amerika. En toen ik vet boos was in die relatie en ongelukkig in die relatie ging ik echt zoeken. Yeah. Toen had ik een vriend, een Mexicaanse vriend. Die kwam uit eh, misschien wel een van de rijkste families uit Mexico. Want de Dalai Lama had in zijn kasteel, zeg maar, in Mexico heb je een heel arm land. Maar er zijn een aantal mensen die hebben er alles. honderd ja. families hebben alles. Dus de Dalai Lama, toen hij net naar Mexico kwam, had hij ook gelogeerd in het huis van zijn familie. Nou goed, lang verhaal kort. Die jongen was al vanaf jongs af aan heel erg met spiritualiteit bezig. En die zei, hielke, je moet echt op, op zelf gaan in je reis. En hij legde het dan op zijn, uh, op zijn uh, jonge man uit. Hij zei: Het is net als je een fles whisky drinkt, dan word je dronken. En hij zei: Zo is het met meditatie in het innerlijke pad ook. Je moet soms eerst iets doen om dan iets te bereiken, zeg maar. Maar als je niks doet, als je niet op reis gaat, geen trainingen, geen meditatie. als je niet je openstelt voor iets nieuws, ja. waarin je ook gedeeltelijk jezelf kwijtraakt en spannend is en, en, en oncomfortabel ja, ja, de controle ja. kwijtraakt. En dus toen ben ik in therapie gegaan, in massagetherapie en in bio-energetische analyse. En toen werd ik zo geconfronteerd met mezelf. En, uh, en dat heeft mij zoveel gebracht dat op zoek gaan, zeg maar, dat geconfronteerd worden. En in die tijd las ik ook nog de Celestijnse Belofte van James Redfield, waarin ook een man op reis gaat... En, ja, dit, dit, ja, dus ik wil iedere luisteraar echt inspireren om bewust te zijn van je pijn. Ja. Zoals de Boeddha al zei. De eerste nobele waarheid is realiseer je dat er dat je lijdt. Ja. Als jij niet realiseert dat je lijdt, als jij nog in je narcistische ivoren, rationele toren denkt zo, uh, zo, 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 dan zou ik zeggen, ga een paar relaties aan en laat die jou spiegelen. Ja. ja. Of neem kinderen, zoals in mijn geval puberkinderen. kinderen. Nou, en, uh, en relaties waar jij omgeeft en waar je je hecht. Want anders kun je alles bypassen door een relatie aan te gaan met iemand... waarbij jij je in charge en in control voelt. Ja, dan, uh, ja, maar als je geen hechting aangaat, ben je eigenlijk hopeloos verloren. Als jij niet durft om hechting aan te gaan, ben je heel alleen. En zit je in een soort, leef je eigenlijk in een illusie. Zit je nog in de matrix. Yeah. Pas door de hechting en in de hechting en je in je liefde laten raken... Dus ik wil je ook, lieve luister, zo uitnodigen... om laat je alsjeblieft zoveel mogelijk raken. Ja. Thijs, ik laat vind... je alsjeblieft zoveel mogelijk raken. Nou, die kan ik afvinken. <laughs> ja. nou, en... Dat zie ik. Ik vind het mooi dat je antwoord geeft op een vraag... die ik wilde stellen, maar nog niet gesteld heb. Ik wilde aan je vragen, waarom? waarom is het dan in jouw mening nodig... om eerst wellicht een andere kant, of tussen aanhalingstekens... de verkeerde kant op te gaan, voordat je die toch naar binnen inzet? En wat ik hoor in wat je net hebt gedeeld... Je hebt het eigenlijk eerst nodig om jezelf te verliezen en om de pijn daarvan te ervaren. Om de motivatie te hebben of de vraag te hebben om naar binnen te willen keren. Dus je hebt eigenlijk eerst. Heb je die muur of die pijn of dat lijden nodig? Ja. Uh, heb ik dat goed begrepen? Ja, nee, er is een heel mooie uitspraak van de romantische periode uit de Verenigde Staten. Van een man die heet Walt Whitman. En die zegt: De road of excess leads to the palace of wisdom. Ja. Dus de weg van te veel. Leidt naar het paleis van de wijsheid. Ja. En ik ontmoette soms mensen toen ik nog als management trainer bij Boerenkroon allemaal leiderschapstrainingen gaf. Moet ik soms mensen die zeiden van ja, ik ben een soort middle of the road. Ik heb geen ernstige trauma's. Alles gaat wel. Een soort van uh, gemiddeld. Gewoon zo. Uh... En die misten eigenlijk die crisissen. Ja. Dus als je vette crisissen hebt, dan gefeliciteerd. Ja. Een vette crisis is een kans hè, om. Diepe en grootste ontwikkelen. Ja. ja, want ik dacht, waarom kan je niet meteen naar binnen? Waarom kan je niet zonder die, die omweg en je kopstoot? Maar er ja, ja, moet natuurlijk iets aan vooraf gaan om die, die wens om het verlangen te hebben om naar binnen te gaan. Als je al helemaal uh, geheeld en jezelf bent, ja, dan heb je dat verlangen niet. Ja, en ieder mens heeft gelukkig die crisis, want dat hoort bij dit bestaan. Ja. Um... En er, er is wel zo dat ook, uh, je kunt ook van jongs van gewoon een heel diep verlangen hebben. Hè? En soms ontmoet je mensen die zeggen van, ja, bij ons was nooit, er is geen crisis, er is geen... Ik heb geen trauma, maar zelfs dat, hè, als je dan hoort spreken van, dan, dan hoor je ook een beetje in hun het kind die geen trauma mocht hebben. Oh ja. Het kind die, die alles goed moest vinden, waarbij ja. uh, het gezin dus... dus uh... Dus het groeit. Het is een soort ui die afpelt. Waarbij ja. je steeds eerlijker naar jezelf durft te zijn. En het is wel als de afwas doen. Het water wordt wel in het begin steeds viezer en viezer, zeg maar. Ja. Dus uh, je hebt ook moed nodig. En doorzettingsvermogen. En in het begin denk je soms, dit werkt niet. Ik ga me alleen maar slechter voelen. Ja. Maar dat komt omdat je de afwas aan het doen bent. En het, het water steeds viezer wordt. Maar heb vertrouwen dat... Ik ben nu dus 25, 30 jaar op reis. En als ik nu terugkijk, heb ik ook heel veel momenten gehad waarbij ik dacht: van, uh, is dit wel een goede investering? Levert het überhaupt wat op? Ja. Maar nu zo lang verder zie je: wauw, het heeft echt fundamenteel zoveel gebracht, die innerlijke route. Dat ik iedereen kan aanbevelen: zet door, hou vol. En dat is niet shoppen. Dat is niet uh, wat jij net beschreef als. Een beetje aan de buitenkant shop je, shop je een ja. beetje de hele tijd weer hier een klein stukje graven. En dan verder shoppen en dan weer verder shoppen. Je kunt beter op één plek met één goed genoegen schep. Ja, dieper scheppen. Dus uh, daar heb je meer aan. En dan, dan kan je blijven zoeken naar het beste pad. Of de beste relatie, of de beste partner, of de beste dit, of de beste maar dat. Je kunt beter dichtbij wat er nu voor je ligt. Het pad nu pakken wat er voor je ligt. En daar dieper op ingaan. Ja. Dan maar blijven zoeken, zeg maar. Gechargeerd gezegd, ben ik ervan overtuigd. Je kan beter één van de miljoenen zelfhulpboeken die er zijn. Je kan er beter gewoon random eentje uitkiezen. Of één podcast luisteren. En niks anders en gewoon doen wat daarin gedeeld wordt en verteld wordt. Ja. Natuurlijk, uh, uitzonderingen daar gelaten, maar over het algemeen kan je beter één boek uitkiezen en dat gewoon voor de rest van je leven gaan meesteren en doen. Ja. Dan dat je elke week een boek leest en denkt: Oh, en hier heb ik weer wat geleerd over dat en daar heb ik weer wat geleerd over dat. Ja. Nee, klopt. Dus je kun... het beste is nog dan één podcast te luisteren. Ja. Liefst die van jou natuurlijk. De, 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 lieve luisteraar, daar ben je nu naar aan het luisteren. <laughs> en dan wat er in die podcast wordt verteld. Kijk waar het je raakt. En dan daar dat concreet in je agenda zetten. En dan daarmee aan het werk gaan. Ja. Zeg maar. Dus een boek of een podcast is een soort inspiratie. Maar echt dan in een training. Of een opleiding. Of een retraite. Of een, een coaching. Of een soort. De, 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 Daarop ingaan en doorgaan tot je echt, ja, daarin bij jezelf komt. Het is soms goed om ook weer een ander pad te kiezen en dan weer door te groeien, ja. um, maar je, 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 je alleen met je hoofd dingen horen, zeg maar, is belangrijk. Is een eerste stap, maar er dan in jezelf mee aan de slag gaan is een belangrijke vervolgstap, ja. Ja, en als je het hebt over je laten raken... dan moet ik ook denken aan je relatie... waar we het nu natuurlijk al een paar keer over hebben gehad. Want dat is een, een context waarin je diepst kan laten raken... als je je hecht, als je je bindt. Wat vind jij van de, de volgende uitspraak? Volgens mij heb ik die zelf een keer bedacht. Uh, verlicht zijn is niet zo moeilijk als je vrijgezel bent. Nee, zeker. Dus uh, verlicht zijn... Echt verlicht zijn is wel echt moeilijk, hè? Dus ook in een grot zitten, alleen zijn, ja. maar... Maar in het dagelijks leven van het gedoe en de triggers en de... de ik, uh, probeer, maar eens, uh, probeer maar eens, als je net van een training komt, een week lang bij je ouders te gaan logeren. Dus als jij denkt dat je verlicht bent, ga maar eens een week bij je ouders logeren en kijk dan hoe ver je bent. Ja. He, dus je dus, hebt uh, jezelf net helemaal naar verlichting gemediteerd, ergens bij een Vipassana of bij een uh, wat dan ook. Ja. En uh, dan denk je, oh pff, zo, de, de ruis is eruit en ik ja. ben puur en ik ben liefde en licht. Ja, maar dat is alleen de oefening in het droog, zeg maar. Ja. Dus in zwemles, dat de zwemleer. Ik was gisteren met mijn kleine meisje bij zwemles. Ik heb drie kinderen en twee zijn al ouder, puber. Uh, dus op het droge is uh, dat zwemles en dan weer echt in het water springen. En dan dat toepassen, zeg ja. maar. Ik denk dat dat heel belangrijk ja. is. En daarbij, ja... Is het, is het, ik denk ook niet dat het streven naar verlichting, uh, dat streven op zich is een, een uitdaging. Het is wel heel belangrijk om te werken aan onthechting en uh, renunciation, zeg ja. maar. Dus dat je wel leert om je geluk in de externe wereld, dus in de, in, in, uh, als jij denkt dat een relatie jou gelukkig gaat maken, of je baan, of je kinderen, of je bankrekening, of je bitcoins, of je, dat, dan ben je echt... Uh, Gedoemd uh, ja. om verdrietig te zijn, ja. want teleurgesteld te zijn. Want in dit leven gaat alles op en neer. Ja. Dus het diepe geluk, dat is een staat eigenlijk van binnen in jezelf, die niks met de externe omstandigheden te maken heeft. Sterker nog, je kunt soms meer geluk ervaren. Ik heb heel veel gewerkt met mensen met chronische ziekten, met kanker. Uh, dan zie je soms dat die mensen, ondanks dat ze een heel ernstig, waarvan wij allemaal denken dat het je zeker ongelukkig maakt, als je dat te horen krijgt, en in de eerste fase zeker, maar dan in vervolgfases, zie je dat die mensen een grotere fase van, een grotere staat van licht en liefde en geluk ervaren. Ja. Dus dat geluk kan je eigenlijk misschien zelfs beter ervaren in ongelukkige omstandigheden. Uh, omdat. Het meer gaat over ontwikkelen van liefde en compassie voor de omstandigheden dan over de omstandigheden zelf. Ja. Mooi is dat, hè? Dat ons ego, ik noem het maar even dan ons ego, wil zo graag de perfecte omstandigheden. Ja. Ik wil die hangmat op Bali met mijn sixpack en mijn partner met een nog sexyere sixpack en mijn ja. laptopje op schoot en de ideale financial free lifestyle en die kokosnoot en uh, nou dat. Ja. Um, en wat ik niet wil is relatiepijn en shit met mijn ouders en uh, werkgever en de kinderen. En wat betekent het allemaal? Laat staan ongezondheid, ziek worden in het ziekenhuis belanden. En in de ja. praktijk, vaak de dingen die, die je zo naastig probeert te vermijden, zijn je grootste ja. boodschappers. Of zelfs, als je in zo'n periode terechtkomt, kan je wellicht meer het geluk vinden. Ja, ja, ik weet nog dat ik ooit met uh, Paul de Blot, die inmiddels niet meer leeft. er was hoogleraar Business Spiritualiteit op de Universiteit Nijenrode. Dat ik een uh, persoonlijk gesprek met Paul had. En dat Paul tegen mij zei, weet je Hielke. Uh, dat ik de grootste geluk heb ervaren in mijn leven toen ik in een jappenkamp zat. In, uh, voormalig, uh, in de Tweede Wereldoorlog. In uh, voormalig Nederlands-Indië wat de Japanners hadden bezet... dat hij de diepste geluk en vriendschap heeft ervaren... in dat Jappenkamp. Dus dat je niet weet... dat je dus in hele ongelukkige omstandigheden... want je kan... ik weet dat we dit allemaal wel eens hebben ervaren op vakantie... dat we denken, nou dan en dan gaan we gelukkig zijn... en dat je met zoveel stress... dus je bent onderweg naar Bali... en je hebt zoveel stress om die sixpack te creëren... en de, de stress om op vakantie te gaan... en daar te komen... En dan, en dan ben je daar... en dan voel je je eigenlijk eenzaam en doodongelukkig. Ja... Want, uh, ja, je, je voelt het gewoon niet. Want geluk heeft veel meer te maken met het, het echt bij jezelf terugkomen en dienstbaar zijn aan anderen. En, en eigenlijk door het leven genomen te worden, of door het leven. Uh, ja, het, het, uh, het, juist als jouw ego open gekraakt wordt. Hè? Er is, uh, de, ja. Juist als je door, door pijn en. Ik, ik, ik weet dat ik vaak de grootste geluk ervaar als ik heel hard gewerkt heb en met heel veel liefde dingen gegeven heb, als ik dan even vrij ben, dan, dan een soort ha, ah, snap je? Of, ja. Um, ja, of in het liefde geven aan mijn kinderen, of nu met jou, dus het in het liefde geven en het liefde nemen. Daar, meer dan met die sixpack. Bovendien is een sixpack, hoe mooi het ook zou zijn, en ik zou het graag zelf willen, maar het goed rustig kunnen ademen en een zachte buik hebben. Uh, is voor mij meer benijdenswaardig dat er veel ruimte in je buik is om echt te kunnen inademen, ja. en zacht te mogen zijn en uh, bij mezelf te kunnen zakken ja. in mijn buik, met het liefst een klein zacht rond buikje waar ik dan in mag verblijven. Zeg maar. ja. In plaats van een sickbag en vet gespannen, vol uh, in mijn hoofd zitten vet, ja. uh, niet stil kunnen zitten en alleen maar druk uh, moeten denken en doen. Geen innerlijke rust hebben, dat lijkt me vreselijk. Ja, ja en. Uh, nou, we, kunnen, we zouden zo de hele culturele imprint-kant op, op kunnen. Gaan we, denk ik, niet doen. Maar. Ik denk dat dit nog veel meer geldt voor, voor, uh, voor vrouwen dan voor mannen. Specifiek waar we het nu over hebben. Ik denk dat het nog best mannelijk, puur mijn mening. Hè? Mannelijk kan zijn om een beetje gespierd te zijn. Dat het ook wel, als ik naar mezelf kijk, dat, dat kan ook wel. Ja, ik kan me het zelfverzekerder voelen als ik die en dat misschien is dat dan mijn pad dat ik dat nog nodig heb of zo. Ja, uh, nee, ik heb het idee dat ook, het idee ik dat ook het, van sport dat het helemaal niet vrouwelijk is en past bij het vrouwelijke om een sixpack te hebben. V ja. vrouwen hebben, hebben rondingen en zijn zacht en volgens ja. mij is dat ja, ja, prachtig als je dat doet en als je er blij van wordt en et cetera. Ja. Maar ik denk in mijn bescheiden mening, ik denk niet dat dat hoort bij hoe het vrouwelijke door het universum bedoeld is. Ja, te hebben van een sixpack. Nou, mijn vriendin die uh, crossfit docent is, die zal het daar niet mee eens uh, zijn. Ik voel al Thijs, waarom ga je deze kant op? Dat doe je nooit in deze podcast. We gaan de andere kant op. Als je het net ja. hebt over um, ja, bijna de, 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 de fuik van het leven zou ik het willen noemen. Dat je dus denkt dat je geluk vindt in de ideale omstandigheden. Ja. Als ik dat op mezelf betrek, uh, een paar jaar geleden... Ik heb het toevallig laatst nog een post over gedaan op Instagram en LinkedIn. Stond ik in het Beatrix Theater in Utrecht. Dat was de laatste show van mijn tour. Ja. Die hele tour waren showtjes van 200 300 mensen. Ja. Mijn boeker had een stunt bedacht. Laten we afsluiten in het Beatrix Theater. Nou, daar kan ik een podcast over lullen hoe dat is gegaan. Want ik dacht, ja, uh, ik sta dan voor lul. Er zitten daar 400 mensen in een zaal met 1600 stoelen. Het ziet er niet uit. Thijs, jij bent toch die man die altijd van doelen is? Ja. We gaan het gewoon doen. Ja. Uiteindelijk lang kort. Hij zat vol. Dus ik stond daar voor een uitverkochte Beatrix Theater. En uh, met vlammenwerpers op het podium. Dus ik, ik had al mijn jongens dromen. Vroeger, als ik naar concerten van beentjes ging. En dan zag ik die vlammenwerpers. Zag ik, wauw. Ik was zo'n droom. Van ik wist, die gaat nooit gebeuren. Maar het is gewoon een gave-droom. Hoe zou het zijn? als ik ooit als drummer speel met vlammenwerpers op het podium. Nou ja, toen heb ik gewoon maar die droom waargemaakt. Niet met een beentje, maar met mijn eigen act. Twee dagen later zat ik. Het klinkt heel decadent. toen dus zat ik in het vliegtuig naar Tenerife om aan mijn, mijn eerste boek te werken. Toen maakte ik nog een post op Instagram van nou, ik weet dat Aristoteles ons heeft geleerd dat er drie levels van geluk zijn. Maar ik ervaar het vierde level van geluk. Gewoon zo met een paar foto's van die show, weet je wel. Uh, wow, Wauw, wat, wat een zegening en wat gaaf en wat geil en wat, wat, wat lekker en wat zingevend. Uh, nou, en dat laatste bleek eigenlijk wel tegen te vallen. Dus dat, dat die, die dopamine of endorfine high, die hield een paar dagen stand. Ja. Nou ja, en ik denk niet geheel toevallig ben ik vlak daarna in een heel diep proces beland, waarbij ik totaal mezelf tegenkwam en de ja. leegte in mezelf begon te voelen. En, ja. en als ik ook nu, nou, ik had laatst wat nog gepost over die shows, die beelden terugkijk, denk ik jeetje, wat zie ik ook bleek uitzeg. En wat ja. ben ik aan het strijden? <laughs> ja. uh, dus om me aan te geven, ja, dat ja, hij kan heel mooi zijn die bloem. Ja. En als je als hij niet vanuit ja, heelheid komt of vanuit de gezonde spirituele motivatie, dan kom je jezelf ook gewoon keihard tegen daarna. Ja. En als ik er zo vertel, merk ik: en dat is prachtig. Wat fucking mooi om op die manier zo'n les te leren. Ja. Ja, de, we kennen. Luister en jij, en ik ken natuurlijk ook het verhaal van Affici. Ja. Het de, dus de schaduwkant van succes. Ja. En de schaduwkant van de, de val, zeg maar. Het is een mooi verhaal van Icarus die natuurlijk naar de zon wil vliegen. En, dus je, 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 ja, je. Ja. Ik heb dat zelf ook. Als ik groepen geef, zit ik in een soort haai van de groep. En geniet ik ook van de aandacht en de energie. Uh, maar de werkelijke. Ik kan de laatste jaren steeds meer geluk ervaren. als ik dan in mijn eentje op retret ga. En uh, dan ga ik naar een kloostertje. En. Uh... In dat kloostertje is een deur en dan zijn er kamertjes en dan ga je door die deur en dan komt niemand meer. Er komen alleen drie keer per dag komt iemand op je deur kloppen en wat eten brengen. Verder ben je helemaal alleen en helemaal stil en ben je alleen maar aan het beoefenen, zeg maar, de reis naar binnen. Heel belangrijk, je telefoon uit. En dan, dan, dan kan ik, kom ik natuurlijk mezelf tegen, want in die oefeningen kom ik ook mijn verdriet tegen van vroeger me niet verbonden te hebben gevoeld of... Daarom is meditatie ook een, een echte moedige reis, want je, je voor die groepen staan, dat is ook een soort borst natuurlijk. Het ja, ja. is ook een soort borstvoeding of een soort uh, verbinding of een soort gezien worden of dan mag ik er zijn. Dus het is heel belangrijk om te kijken welke fix, vanuit welke ego-fix. Uh, dus als dan die ego-fix weg is en jij dan in dat vliegtuig zit, dan heb je natuurlijk de val. Ja. En, en het is heel belangrijk om die val heel bewust, daarom ben ik blij dat je daar heel bewust van bent, die val te nemen. Want vaak als we teleurgesteld zijn en in de val zitten of uh, in een crisis zitten of in, daar, daar uh, ik zeg ook altijd, in de, in, uh, uh, mijn werk bestaat eigenlijk uit het opleiden van coaches ja. in systemisch werk. En ook heel veel mensen meenemen op een hele diepe eigen transformatiereis. Dat is eigenlijk mijn werk. En voor mij is kan ik alleen maar coaches opleiden en in mijn groepen bestaan dus uit mensen die willen leren coachen of mensen die hun coachings willen verdiepen of mensen die gewoon voor zichzelf gewoon hun leven willen verdiepen. En dan zie je ook dat het zo belangrijk is om echt voor jezelf te gaan leven. Dat je de pleaser of de redder of in dit geval mij van uh, wat jij zegt van geweldig. Voor wie doe ik dit eigenlijk? We komen weer terug uit, yeah. op je, de oorspronkelijke motivatie. Yeah. En uh, in die zin kan de buitenwereld, succes in de buitenwereld, ook een enorme afleiding of een detour zijn. Eigenlijk een bypass of een detour zijn. En is eigenlijk teleurgesteld zijn of er nog niet zijn. Of ja, gewoon. Als vader heel goed voor je kinderen zorgen in het klein. Dus het kleine, het kleine liefdevolle is misschien wel waardevoller. Of zeker weten waardevoller dan het grote succesvolle. Ja. De vlieg die in de kaars verbrandt. Ja. Snap je? De vlieg die in de kaars verbrandt. Um, en ik denk dat het pad in het leven is dat vlammetje te zijn. En... Uh, Daarmee inspireert het mij heel erg. Hadden we hadden het in het voorgesprek ook al. We hebben het daar helemaal nog niet over gehad. Onze seksualiteit en liefde. En, yeah. Maar ook... Uh, wat ik heel erg van geniet is in de liefde. Maar ook in de spiritualiteit of in mijn werk. is om, uh, om heel bewust als vlieg de hele tijd zelf in die vlam te vliegen. En daarin mezelf te laten verbranden. Mm. Plantmedicijnen hadden we het nog over. Hè? Dus, de, dus yeah. wat doe jij om jouw ego... In dienst te zetten. En om dat iets meer voor mij en voor de luisteraar duiding te geven, wat, wat is dat voor jou? Dat je, kun je die metafoor iets meer toelichting geeft, iets meer duiding geven? Wat is het dan voor jou dat je als vlieg pff, gewoon in die kaars vliegt? Nou, het, het eerste principe wat daarbij belangrijk is, is dat je bereid bent om heel bewust uh, je eigen sterfelijkheid onder ogen te komen. Dus dat je heel bewust. Uh, onze uh, ego-persoonlijkheid per definitie heeft een soort eeuwig: uh, ik besta eeuwig, ik ben hier nu. Het denken ja. kan niet dat, dus dat je heel en heel veel mensen zeggen: ja, ik ben niet bang, maar ik ben niet bang om te sterven. Maar wat ze eigenlijk bedoelen: als ik dood ben, voel ik niks meer. Bedoelen mm. ze dan eigenlijk, maar dat je heel visceral, mijn Tibetaanse monnikenvrienden met wie ik heel veel dan leer over meditatie, die, die proberen ook als jonge monniken dan al heel bewust hun angst voor de dood eerst te voelen, zeg maar ja. Dus dat je heel visceral, en met visceral bedoel ik in je lijf weer, hè, dat lichaam, dat je heel bewust naar de dood durft te kijken. Dat die over niet al te lange tijd komt. En ik heb al een keer, ik ben een golfserver. Ik heb hier een uh, sneeën, dus ik heb al twintig jaar geleden is bij mij een uh, melanoom verwijderd. Dus ik voel heel, en ik heb daar ook opstellingen Want over gedaan. je Want je, je hebt gevochten met een haai? Nee, 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 nee. Dit is een, een, een melanoom is een, uh, is kanker. Dus ik heb hier huidkanker gehad. Ah. En met ik heb heel veel in Australië gesurfd bijvoorbeeld. Maar ik heb ook vooral innerlijk gekeken van wa waarom resoneerde de kanker met mij, de huidkanker met mij. En voor mij is het dus heel helpend om soms. Uh, ik doe dat ook in mijn ochtendpractice. In mijn. Uh, ik heb daar niet iedere dag de tijd voor. Soms is mijn ochtendpractice het beminnen van mijn vriendin. En soms is mijn ochtendpractice snel opstaan, broodjes smeren voor mijn kinderen en snel naar school brengen. Of is mijn ochtendpractice snel opstaan en met mijn zoon naar een ijshockeytoernooi. Of... Um, dus maar de heel bewust stilstaan bij de dood. Dat is echt heel belangrijk. Dat is een soort beginpunt. Dat oefenen. Want als je voelt dat je niet eeuwig te leven hebt, maar dat het dan heb je dus in dit moment nu echt hier te zijn. Ja. En dan je liefde te geven. En heb je ook alvast te oefenen met als je dan doodgaat, dan gaat jouw persoonlijkheid, zul je dan moeten loslaten. En hoe mooi is het om aan het einde van je leven helemaal liefde te hebben geleefd. en dan een soort van uit liefde weer je lichaam terug te geven aan de aarde. Dat ja. je dat echt kunt voelen dat je, echt, uh, dat je niet als een soort krampachtig je lijf vasthoudt. Of krampachtig je ik vasthoudt. Of krampachtig die cocktail vasthoudt op dat strand in Bali. Mm. Snap je? Maar dat je krampachtig... Dat je niet die kramp van het vasthouden van dingen... Maar dat je een soort van echt kunt geven. Echt kunt geven dat je uit liefde dan je lichaam offert. Zo. Ja. En dit zijn mooie verhalen, hè? Maar het echt voelen... Ja. Ik vond het zo mooi dat je dat zei in je podcast uh, bij Koekeroe met Giel. Dat hoe ho fucking... Eervol is het als ziel dat je hier als mens bent. Dat je hier voor. Ja. ja. Weet ik voor hoeveel jaar hier bent. In een lijf met een lichaam. Maar dat je als ziel hier de kans hebt. Om te groeien. En om, 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 om je te verrijken als, als ziel. En hoe, hoe dankbaar je daarvoor ja. bent en mag zijn. Ja. Maar. Dat, 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 als ik jou dat zo terug hoor geven. Dat klopt dus. Maar dat, hoe, hoe. En nog steeds. Hoe. Hoe, hoe ik heb. Uh, Tijd moet hebben om innerlijk te contempleren, te mediteren en te broeden met opstellingen, met uh, zingen, met lichaamswerken, met dans en met... om echt te voelen, wacht even, ik ben niet die persoonlijkheid. Ik ben niet uh, die persoonlijkheid, maar ik ben die ziel. Ja. Dat je dat echt bewust kunt ervaren. Uh, dan, dan, dan voel ik echt een soort on... verdrietigheid naar boven komen. Dat ik denk: jeetje, dat is echt. Ik kan hier makkelijk over praten, maar, maar die enorme gehechtheid aan wat ik dan een lichaamsego noem. Hè, die wij als mannen kunnen hebben. Hè, die die vrouwen ook. Maar vrouwen hebben het voordeel dat ze. Als je heel bewust je cyclus meemaakt. Dat, dat is zo belangrijk. Dat je iedere keer als je bloed dat je weer loslaat. En dat je dan weer dat eitje moet loslaten. Of dat je dus die, die cyclus of de menopauze. Dat je helemaal het. Dus uh, heel veel liefde en respect voor mijn Lakota vrienden, mijn Indianen vrienden. Met wie ik dan heel veel zweet het heb gedaan. Heel veel respect voor de zonnedans. Voor het eren van de zon. Heel veel respect voor het lijden. Heel veel respect voor het lichaam en ons lijden. En het. Ja. Ja, En als je mag onderbreken wat ik daarin Zeker. hoor. Ik vind oh, prachtig geweldig. de intense reis die je hebt afgelegd. Met therapie, met Indianen. Met plantmedicijnen. Met, met janken. Met lijden. Met sterven. Met... En tegelijkertijd denk ik dan ja, maar. Is dat dan nodig? Is, is, en, en als ik een uitzoom, we zijn hier met 7 miljard mensen. Is, is, zijn jij en ik, Hielke en Thijs, zijn wij gekkies die die route kiezen? En is dat dan de enige route naar lagen afpellen en dichter bij je kern en ziel komen? Nee, zeker niet. En wij hebben de luxe om dat soort dingen te doen, omdat ze er zijn, omdat we geld, tijd en ruimte hebben. Je snapt denk ik mijn vraag. Zeker, ergens loop ik vast. Eens, van, het kan eens. toch niet de bedoeling zijn dat de enige route naar puurheid is allerlei ceremonies en plantmedicijnen en therapie. Want dat, dat, ja, dat, dat is maar voor een heel klein stukje van de mens weggelegd. Ja, ik denk wel dat in alle traditionele culturen die ik heb, uh, waar ik bij ben geweest, en heb gezien dat het een onderdeel van de maatschappelijke context is. Uh, ik denk wel dat ik als erg gewonde healer. Uh, die stappen hebt moeten nemen om ook weer dan anderen met hun wonden te kunnen helpen. Ja. Dus ik denk dat het leven mij ook die trauma's en die wonden heeft gegeven... om dan weer ook dan de healer te kunnen zijn voor anderen. Is dat narcistisch als ik stel, wij hebben wellicht een wat intensere reis... waardoor we wel lessen met andere mensen kunnen delen die helpvol zijn voor hun reis... Ik denk dat het gewoon uh, in de liefde vertrouwen hebben. En ik denk dat, uh, som dat ieder pad is een uh, mooi pad is. En iedere ziel heeft zo zijn eigen karma en zijn eigen lessen. En zijn eigen pad. Ja. In die zin is het natuurlijk de maakbaarheid die soms in dit soort... Je hebt al uh, de, de, dit soort persoonlijk ontwikkeling. Uh, dat is ook een illusie. Hè? Uh, het succesdenken, de maakbaarheid. En uh, ik denk dat het heel belangrijk is om je eigen lot, je eigen omstandigheden te gebruiken als jouw pad. Ja. En voor mij, in alle eerlijkheid, ons voorgesprek uh, <laughs> komt wat minder terug nu in de podcast, maar in, in, alle, in alle pijn en kwetsbaarheid, en ruzies en verdrietigheden en seksualiteit en emotionaliteit in alle relaties met partners, ja. daar ben ik. Naast mijn leraren en de dingen die ik op mijn kussen heb gedaan en de, 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 de trauma's die ik heb aangekeken in de trainingen, heeft mij dat wel het meest gebracht. Dus, ja. dus die, die, mijn kinderen, mijn, de, de vrouwen in mijn leven en dan de leraar, dus die, die, die ontmoeting, zeg maar, in die het, het opengebroken worden, wat ik bij jou ook zag, zeg maar, dat je je daarin hebt laten raken, zeg maar. Ja. Um, nou, Laten we een mooie u-turn maken, terug daar naartoe. Uh, redelijk aan het begin gaf je aan... Uh, ik vroeg, wat is man zijn voor jou? Wat is mannelijkheid voor jou? En je gaf aan, eigenlijk is dat teruggaan naar je lijf. Of teruggaan, een verbinding met je lijf. Waarbij je je kwetsbaarheid voelt, waarbij je je sterfelijkheid voelt. Maar waarbij je ook je kracht voelt. Mm. Dat vind ik een heel mooi antwoord op de vraag, wat is uh, man zijn voor jou? Geldt dit antwoord eigenlijk niet gewoon voor iedereen, man en vrouw? Ja. ja, je hebt wel dat je, het, als je naar het mannenlichaam kijkt en het vrouwenlichaam kijkt, hebben we natuurlijk wel uh, op het gebied van intimiteit en seksualiteit uh, een soort ontmoetende kwaliteit. Hè? Waarbij we elkaar ja, echt uh, ontmoeten, kunnen ontmoeten. En dat kan op allerlei manieren. Maar die, 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 die. die... Ik denk dat het heel belangrijk is iets waar wij het over hadden. En dat wilde ik nog ook aan jou, maar ook aan andere mannen. Ik wilde nog kort wat vertellen over mijn reis op het gebied van intimiteit, seksualiteit. En verbindende seksualiteit en de dingen en de lessen die ik daarin heb geleerd. Ja. Bij deze. wil je, uh, Hilke, wil je wat vertellen over verbindende intimiteit? En. Um, het was een. Uh, en ik, begrijp, ik had van jou in het voorgesprek dat het een kwetsbaar onderwerp is. Wat, uh, uh, wat. voor veel mannen een spannend onderwerp is, omdat we er ook niet. we zijn niet gewend om erover te praten. En uh, heel vaak is het ook nog zo dat we dingen die we dan in de intieme sfeer van. Uh, onze partnerschap. dat dat ook binnen. dat we dat heel graag binnen die intieme sfeer willen houden. Dat is ook helemaal mooi dat je de liefde dat je dat soort dingen maar heel vaak zie je ook dat zelfs mensen het niet met hun partner bespreken dus het is heel belangrijk om als een soort stap één om het te hebben over intimiteit en seksualiteit ja. met je partner ja. wat je wel fijn vindt wat je niet fijn vindt want er zijn allerlei culturele programmeringen die niet leiden tot uh, verbindende seksualiteit intimiteit en dan hadden wij het in het voorgesprek en ook al over de telefoon heel erg over samen ja nou, wat is Misschien ook hier weer, want je, je, mijn vraag over wat is man zijn, begon je. Uh, in je antwoord begon je met wat is man zijn niet. Misschien is het ook mooi om dat hier even te doen. Dus wat is wat jou betreft geen verbindende seksualiteit en intimiteit? Of, of wat is er mis met hoe onze cultuur, of wij in het Westen, vaak denken over seksualiteit. Ja. Kun je eerst misschien daarop ingaan? Wat is het wat jou betreft niet? En wat is een misvatting en een vergissing? Ja. Om uit te komen bij ja. hoe heilig en mooi het kan zijn ja. als je het op een andere manier kan zien en ja. voelen. Nou, het is belangrijk dat we hier even in alle nuances bij stilstaan. Omdat voor het weet worden het weer een soort morele wetten. die dan weer het tegenovergestelde effect resulteren. Ja. Ik zal een aantal uh, belangrijke ontdekkingen. die ik in mijn leven gemaakt heb. met een aantal dingen waarvan ik geleerd heb. jeetje, dat heeft me echt in de weg gezeten. Ja. Ten eerste is het belangrijk dat ik op vrij jonge leeftijd. ontdekte dat ik heel erg last had van prematuur klaarkomen, dat ik altijd te snel klaarkwam. Ja. Dus ik weet nog dat ik 19 was en dat ik toen uh, hadden we nog spirituele boekwinkeltjes. Uh, dit is denk ik, uh, ja, 19 was begin jaren 90. Hadden we in de Warmoestraat in Amsterdam, als een heel mooi uh, boekwinkeltje. Met een theehuisje erbij. Dat ik daar rondliep al. Ik was echt een zoeker. Ook de tijd waarin ik mijn eerste ecstasy pilletjes slikte. En uh, naar de Roxy in de Matzo ging en zo. En dat ik toen als dat ik dat ik dat ik. Dat ik enorm, dat ik bij een vrouw was, dat ik bij wijze van spreken al was klaargekomen van de pornobeelden in mijn hoofd en de hitte, dat ik zo opgewonden was, dat ik het niet kon houden en dat ik dan al tot groot verdriet, want ik wilde graag ook haar bevredigen natuurlijk. Ja. Uh, dus een van de, in, in, in die winkel had ik toen een boekje gevonden over tantra. Uh, van een van mijn leraren, Michael en Diana Richardson, Raja en Puja. Ik ben... Uh, 15 jaar geleden ook bij hun in de leer gegaan in Zwitserland in een tiendaagse. met alleen maar. er zijn tegenwoordig heel veel wat we dan noemen neo-tantra scholen. dat is eigenlijk een beetje porno, maar dan in een tantra jasje. En tantra is eigenlijk gaat over de technieken van verbindende seksualiteit. Ja. Nou, wat een van de dingen die ik in mezelf in mijn eigen groeipad heb ontdekt. is dat het dus. a. te maken heeft met trauma. Dat omdat ik. Als babytje zo geschrokken ben geraakt, een soort shock in mijn lichaam had, in mijn buik, kon ik niet goed die energie kanaliseren, zeg maar. En dat die oude trauma's zich ook in een soort pornofixaties hmm. verankeren. Dus een van de dingen die ik heb ontdekt, is, de, en dat is voor mij al heel lang geleden, dat het als man echt heel belangrijk is om naar je pornofixaties te kijken. En eigenlijk het allerbeste is om helemaal geen porno meer te kijken. En wat is dan de, de link tussen kind, baby of jeugdtrauma? Ja. En het kijken van porno. Nou, in die jeugdtrauma's krijg je een soort spanningen. Je moet je voorstellen dat. dat dat geboorte en uit je moeder komen... dat dat allemaal één stroom van liefde en seks... dat dat een soort stroom is die je voelt. Dus op het moment dat je daar dan een trauma in hebt... dat zit in mijn onderbuik. Ik wijs ook naar mijn buik. Hieronder bij mijn onderbuik. Ja. Daar zit dan een, een blokkade, zeg maar... in mijn, een, in mijn spanningspatroon. Een soort schrik. Die zit in, is in mijn lichaam verankerd geraakt. Dus later als ik dan... Een jonge man wordt begin ik ook met uh, het kijken in mijn tijd waren dat nog VHS bandjes. Met yeah, yeah, yeah. Toen was nog internet bestond natuurlijk nog niet. En dan begin je met aftrekken en playboys en in die tijd waren het oh, ja. hele ga je dan die route op en dan leer je eigenlijk door heel gespannen te je lichaam gespannen te houden mm. en leer je ook dat je van die spanning en die die bijvoorbeeld emoties afkomt door dan klaar te komen. En spanning en af te trekken. Dus je, je, je leert jezelf eigenlijk aan. Als een soort korte termijn fixje. Ja. Leer je dat eigenlijk in jezelf als jonge man aan. Dat ja. zie ik tegenwoordig nog bij 99% van de mannen. Misschien wel 100. Ja. En hier. Uh, ik zie zowel jou als Nick. Een beetje ongemakkelijk op jullie stoelen schuiven. zeg maar. Dus er is, dit raakt een soort Nick, de technicus, ja. thema, thema. Ja. Uh, dus dit raakt een soort kwetsbaarheid, Maar het is zo belangrijk. Dat wij als mannen met elkaar hierover gaan spreken. Ja. En dat we echt van elkaar en met elkaar gaan leren hiervan. Want er zijn ja. een aantal hele belangrijke consequenties van dit gedrag. Ja. Die tot heel veel problemen in relaties leiden. Ja. Maar ook tot problemen kunnen leiden in ons ondernemerschap en leiderschap en manifestatiekracht. Ja, kun je eens op die consequenties ingaan? Want ik kan me ook voorstellen dat de mannen nu luisteren. En denken, ja, oké, okay, ik hoor je. Oké, okay, dat is dan een fixatie en gespannen en snel klaarkomen. En porno en whatever. Ja, ja oké, okay, maar Hielke, wat, wat is daar dan precies mis mee? Laten we even dit, dit. Dus dit is een onderwerp om even in alle nauwkeurigheid later op in te gaan. Ten eerste is het zo dat jou, dat op het moment dat jij met een vrouw aan het vrijen bent, en jij bent helemaal gefixeerd eigenlijk op jouw eigen klaarkomen. En ook eigenlijk gefixeerd met haar tot een object te maken. Hmm. En je hebt ook nog heel veel soort pornoplaatjes in je hoofd gefixeerd. En je bent gespannen, dan raak je eigenlijk het verbindende uh, hormoon, de oxytocine. Je bent eigenlijk in een adrenaline en dopamine fix. Ja, je bent eigenlijk, uit verbinding. Je hart, dicht. Ja. je hart is dicht. Dat is de oxytocine-hormoon. Dus je, jouw vriendin of jouw vrouw ervaart dan, of jouw man, als je met z'n twee als man vrijt, of als je met z'n twee als vrouw vrijt, die ervaart dan eigenlijk een gesloten hart. Een spanning. En die voelt zich dan gebruikt. Dus jouw vrouw of vriendin wordt weer getriggerd in allerlei misbruikervaringen die dan wel ze zelf ervaren heeft, of haar moeder, of haar grootmoeder, of haar overgrootmoeder. Dus je raakt eigenlijk allebei heel erg jezelf kwijt, ja. want je ziet ook dat jonge stellen dan eigenlijk allebei elkaar aan het pleasen zijn, omdat ze de pornofilm aan het naspelen ja. zijn. In plaats van ja. dat ze werkelijk ten diepste aan het genieten zijn, ja. zijn ze eigenlijk een beetje een spelletje aan het spelen met elkaar. Intimiteit kan ook... Zorgen voor een eenheidservaring en juist heel erg in de verbinding en in het samen. Correct. En wat je nu stelt is eigenlijk het exact tegenovergestelde. Ja, en dit is heel belangrijk dat je hier gewoon al experimenteel in jezelf, dus neem alsjeblieft nooit iets van iemand anders aan. Ook niet van mij of van Thijs of van wie dan ook niet. Want je zult altijd je eigen reis moeten maken, je eigen fouten moeten maken. Maar ja. probeer gewoon achteraf te kijken, dit gewoon zelf, gewoon improviserend, uitproberend, gewoon te testen en te oefenen. Probeer eens bijvoorbeeld een paar maanden geen porno te kijken en dan te kijken hoe dan de seksualiteit gaat. Ja. Probeer eens te voelen na klaarkomen bijvoorbeeld of dit soort seks hoe je je dan achteraf daarna voelt, ja. of je dan blij bent, veel energie hebt, hoe je in je kracht zit. Probeer gewoon het in de praktijk al borstelend en stoeiend gewoon voor jezelf uit te zoeken zou ik zeggen. Ja, want het kijken van porno voedt dit. Dit systeem, dit uitver, uh, ja, ja, de, de dan, uitverbindende ja. dopamine-adrenaline-gedreven ja. intimiteit. Ja, want wat gebeurt met porno is dat je eigenlijk dan met plaatjes in je hoofd gaat zitten, dat je dan spanning maakt ja. en dat je dan eigenlijk een soort van, ja, dat je dan eigenlijk de hitte opzoekt. Hè. Je hebt eigenlijk twee polen in je lichaam. Je hebt een soort lust, ja. die op voorplanting georiënteerd is. En je hebt een soort liefde en verbinding. Dat zijn twee andere hormonen, zeg maar. En goede verbindende seksualiteit is een beetje van allebei. Maar heel vaak gaan we de lustroute op. En die lustroute uh, leidt vooral bij heel veel vrouwen op een gegeven moment tot dat het saai wordt, of dat ze het niet yeah. meer voelen, of dat het ja, een, een, een op de clitoris ge, uh, georiënteerde vorm van seksualiteit, hoe bevrijdend het ook sinds de jaren zeventig geweest is, op een gegeven moment leidt het tot een gevoel van onvervuld zijn, zeg maar, yeah. emotioneel en alleen maar meer willen en nog meer klaarkomen. Het is een soort verslaving is het ja. dan eigenlijk. Terwijl je eigenlijk dan je, je, je uh, ook sneller in een burn-out... want je put eigenlijk je hormoonsysteem uit. Je zit eigenlijk in de fight-flight-response, ja. sympathisch. En je, 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 je put eigenlijk het voedende. En uh, geloof me, alles is oké. Okay, Ik hou yeah. zelf ook heel erg van een beetje wild, uh, hoort er ook bij... Maar het mooiste is als je een vorm van seksualiteit kunt creëren... waarbij allebei ja. zowel die verbinden... dat je hart en je buik zacht kan zijn, in verbinding kan zijn... maar dat je ook met elkaar gewoon wilt. Ja, ja ik, ik hoor je heel goed. Het, het is niet zwart-wit. En ook de uitdaging naar de luisteraar is... om het helemaal naar je eigen situatie te, te voelen, te vertalen... en wat jouw pad, wat jouw route is en wat bij jou ja. resoneert en niet. Ja. Wat ik hierin voor me zie je het zo deelt, dan is... als je het wel even wat zwart-witter maakt... dan is die, die, die lustgedreven intimiteit... ik voel er eigenlijk heel veel... geslachts- en hoofdenergie bij. Alsof Correct. Het, alsof het, en, en, Correct. Uh, het de, hele middenstuk is eigenlijk bevroren. En de verbindende intimiteit is met, met je lijf... en met je hart en ziel. Correct. Correct. Het, eigenlijk is het beneden dan wakker... bij mannen, en boven... Uh, uh, seksualiteit en hoofd. Ja. Het, het hele middenstuk is nog bevroren, want er zit trauma, bevriezing. Ja. En door die bevriezing... heb je dan een soort fixatie... En dan ga je achter die fixatie aan. Yeah. In plaats van dat je eenmaal ontspant en in het moment bent... en echt elkaar voelt. Dus de belangrijkste sleutel tot verbindende seksualiteit... is echt ontspannen, zeg maar. Yeah. En niet doelgericht streven naar klaarkomen. Want dan yeah. kom je in een soort tunnelvisie <coughs> En dan raak je eigenlijk de verbinding met elkaar kwijt. Dus een van de praktische tips hierbij is al om... Nou je geeft aan, experimenteren is met minder of geen porno kijken. Ja. Experimenteren is met uh, niet uh, gefixeerd zijn op klaarkomen. Ja. Wat, wat, wat is iets... Wat in jouw pad enorm heeft bijgedragen aan, aan deze, als ik het zo mag noemen, transitie van uh, nou, lustgedreven naar veel meer verbinding gedreven intimiteit. Uh, nou, ten eerste is het heel belangrijk dat ik hier nog vol in proces in ben. Ja. Dat ik helaas al heel vroeg op een bepaalde manier geprogrammeerd ben met vet veel trauma's. Dus dat het een enorme detour is. Dat de hele samenleving om me heen ook nog eens een keer op deze manier geprogrammeerd is. Ja. Maar en ook hier ik... weer is jouw pijn je grootste motivatie. Klopt. En ook dat ik ook ergens ook soms gespannen ben door het leven en in mijn buik. En dat ik dan van die spanning af wil. Dus de, 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 je kunt niet dit op de korte termijn. Dus wees lief voor jezelf. Uh, voor je het weet, wordt dit ook weer een doel. Hè? Dus het, het is heel tricky. Ja. Het is een soort mooi middenpunt, een soort balanceeract. Ja. De dingen die mij heel veel geholpen hebben, is. Uh, dus inderdaad, uh, ontspannen vrijen. Ja. Uh, een praktische techniek die mij daar heel bij bij geholpen heeft, is. iets wat ik noem: Is om met mijn slappe penis in de vagina te zijn. Met behulp van amandelolie. Uh, dan op een bepaalde manier draai je dan. En dan brengt de vrouw met twee handen. Brengt dan heel langzaam de slappe penis in de vagina. Met behulp van wat amandelolie. Die techniek, zeg maar. Heel veel mensen kijken me altijd aan. Net als dat jij kijkt. Je, je zou Thijs' gezicht moeten zien. Nu. Hij heeft een Nick, soort, die van ik. Heeft een soort uh, echt dat je denkt. Jeetje. Maar ik kan je heel eerlijk vertellen. Deze techniek is zowel voor de mannen als voor de vrouwen geweldig. Betekent niet dat die daarna niet hard mag worden. En dat, dat je daar niet van mag genieten met z'n tweeën. Op wat voor manier dan ook. Vrouwen vinden het vaak ook heel lekker. Een beetje wild. En allemaal kinky dingen. Alles mag er zijn. Hè? Er is niks wat niet mag. Het gaat alleen over... Uh, de, de intentie en de vorm de, de en de, hoe, hoe je nog met je aandacht en je bewustzijn erbij kan blijven. Ja. Dat je niet dissocieert. Ja. Ik denk dat de, de essentie van dissociatie en dan in een trip zitten, in een soort porno tripje in je hoofd leven in plaats van in het moment echt aanwezig zijn en elkaar voelen. Ja. Nou, wat er, waarom is dat nou zo geweldig, die, die, die slappe piemelseks? <laughs> dat is omdat je dan niet helemaal opgewonden hoeft te zijn om te beginnen. En de vrouw zich niet. De vrouwen zijn vaak. Vrouwen zijn een diesel. hè? Vrouwen moet je langzaam. Vrouwen zijn een diesel. Die moeten mm -hmm. langzaam voorgloeien, zeg maar. Mm -hmm. En dan, dan, dan. En vrouwen zijn ook zo dat als ze dan één keer voorgegloeid zijn. En op stoom zijn ze dan echt kunnen gaan. Hè? En wij mannen zijn dan inmiddels vaak. Wij kunnen dat vaak niet bijhouden. Hè, alsof we. Uh, wij, wij, wij starten sneller op, maar wij kunnen starten niet te sneller zo... Op. Wij zijn een soort Ferrari. Wien, 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 staan dan met de motor, een soort Ferrari. Wien, 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 zijn een soort, uh, ja... Ducati, een soort... Uh, ja. uh, en zij starten langzaam op en uh, gaan dan als een diesel... en zijn dan niet meer te stoppen, ja. zeg maar. Dan is het heel belangrijk voor die ontmoeting tussen man en vrouw... dat je daar dus een soort verbinding in vindt. Dat je echt een soort afstemming tot elkaar ja. vindt. Dus dan is het heel belangrijk... als je zo zacht met elkaar bevindt... kan je ook heel langzaam die oxytocine... En dan kan er ook heel langzaam een heel bijzondere organische, energetische, subtiele energieverbinding tussen jullie ontstaan. Ja. Waarbij die energie gaat stromen, zeg maar. En dan voelt de vrouw niet dat ze iets moet. Ja. Of dat ze in één keer te snel genomen wordt. Wat haar weer raakt in. Waardoor ze eigenlijk ergens haar baarmoedermond gaat wapenen. En ergens uit verbinding gaat. En ze, ze laat zich dan wel nemen. Maar ze, ja. ze is ergens teruggetrokken en gedissociëerd. Zij is ook aan het pleasen, want zij denkt ook nog... oeh, hij moet niet zijn erectie verliezen, zeg maar. Hmm. Snap je? Dus je bent eigenlijk beide ja. elkaar aan het pleasen. Ja. In plaats van echt elkaar aan het voelen. Nou, dit is echt... Ik denk dat ik hier een hele week met je over kan praten... over de subtiliteiten en de technieken en de inzichten... Ja. die allemaal uit dit proces, wat ik nu 25 jaar loop... de ontdekkingen die hieruit voortgekomen zijn. Ik, ik hoor drie kernelementen hierin... Het is verbinding, vertraging en flow. En uh, bij het meer lustgedreven. Uh, Voelen. Wat ik... er ook bij hoort. Hè? Je ja. Helemaal luchtgedreven. Ja. Als je daar maar in aanwezig kunt zijn. en het niet alleen maar onderlustig is. en dan verder boven bevroren. en dan weer van uh, ho, wat je net vertelde klopt. Ja. En je hebt wellicht ook niet altijd de tijd en de gelegenheid. en soms heb je misschien ook gewoon zin in elkaar. en, en loopt het anders. Ook helemaal goed. Uh, en, ja. en, en, en ik, ja. wat ik, ja. Uh, ik voel hem helemaal. Van, als je dit zo deelt. de verbinding, de vertraging, de flow. en dan ja, kom je samen in een heel ander veld. en. en ja. Dan kan de flow alle kanten op gaan, maar dan is ja. dat in vertraging en in, in verbinding. Ja. Uh, en wat eh, mij hier persoonlijk als man heel erg bij geholpen heeft, dat is dat ik dus dat spirituele proces, dat ik op mijn kussen ben gaan zitten en van mezelf kan houden, zeg maar, terwijl ik op een kussen zit. Ja. Dus mijn meditatiepraktijken, mijn ademhalingsoefeningen en dat ik mijn, niet alleen mijn lichaamsego, dus ik als een bepanzerde in deze samenleving bestaande. Uh, Ego, maar dat ik echt voel, ik ben een energiewezen, zeg maar. Dat ja. uit liefde bestaat. Zeg ja. Maar. En uh, ja, dit gaat met vallen en opstaan, zeg maar. Ja. Wat heeft dit jou gebracht? Heel veel. Dit uh, heeft mij enorm verrijkt als mens. Dus het, uh, in de begintijd voelde ik me vaak overrompeld. Ook doordat vrouwen dan op stoom komen en dan kan je een soort van niet bijhouden. Dat heb ik nu nog steeds wel eens dat ik het gewoon niet bij kan halen. De, de hitte. Mm -hmm. Want uh, wat gebeurt er nou als een vrouw heel heet wordt? Dan, dan overhit eigenlijk mijn systeem. Zij wordt dan een plus. Zij wordt dan van een min een plus. Yeah. En een, een min plus is een plus. En als ik dan te heet word, plus plus wordt weer min. Yeah. Dus dan kom ik weer in een zachtheid en vrouwelijkheid yeah. terecht. Dus het is namelijk niet alleen zo dat deze dynamiek zich in bed voordoet. Dit is ook waar wij het samen over hadden. Maar dat deze dynamiek ook buiten bed uh, en alles om jou heen... het is een totale levenstransformatie, yeah. zeg maar. Yeah. Het is in die zin wat we dan noemen een tantrische levensvisie, yeah. zeg maar. Een verbindende seksualiteit. Niet op klaarkomen, niet op korte termijn georiënteerde. Is ook een bedrijfsleven dat niet op de korte termijn in bitcoin rekenen. Yeah. Is ook een, 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 een leiderschap wat niet op de korte termijn in populistisch georiënteerd is... van een soort pleasen van de bevolking, maar langer termijn duurzaam... De, het volk lijden, zeg maar. Ja. Dus het, het, heeft, het heeft enorme implicaties als we dit zouden kunnen transformeren voor de hele rest van de samenleving. Ja. Nou, Laat me even losknippen tussen wat betekent dit of wat brengt jou dit persoonlijk en wat brengt jouw relatie dit? Om op die eerste in te gaan, ik, ik voelde die meteen, eigenlijk de metafoor, toen ik die drie woorden gebruikte: verbinding, vertraging, flow ja. versus streven naar een piek ja, je hoeft niet heel veel creativiteit te gebruiken om, om in te zien dat 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 je dat op je hele leven kunt leggen, ja, en uh, waarbij um... Nou ja, het streven naar pieken is dan uitkocht, uh, Beatrix Theater en dit en nee, dat. Precies, en dus het. diezelfde pieken ja. en dan diezelfde vallen. Ja, ja, ja. ja, en uh, Instagram ja. en TikTok. En, nou, we, we kennen allemaal wel de vluchtigheid. En nee, de fixes, allemaal korte fixes. Versus hoe is het in je leven holistisch? Uh, ja. uh, je leven overkoepelend om daarin de vertraging, de verbinding, de flow. Ja. ja, ik voel meteen dat het ook niet de makkelijkste weg is. Want dan ga je naar je buik, dan land je, dan ga je voelen. <laughs> Komen bijna Daarom is het naar geen quick fix, zeg ik. Ja. Uh, quick fix bestaat niet in, dit, in, dit, in deze in persoonlijke ontwikkeling. Ja. En, uh, maar laat ik het even nog vooropstellen. Het meeste wat dit ook brengt is gewoon veel meer fijne seks. Ja. Met, uh, waarbij ik niet... Uh, waarbij de vrouw, waarbij ik letterlijk haar kan... Veel meer kan ontmoeten. En langer gewoon uren met haar kan vrijen, zeg maar. Dagen, ja. deken. Maar wil jij dan stellen dat je als man uh, niet meer moet klaarkomen? Uh, dat zou ik niet willen stellen. Dat is echt een hele onhandige stellingname waarin ik mezelf ook een keer ben kwijtgeraakt. Het is, uh, het is wel zo om heel bewust met je zaad om te gaan. Een van de dingen waarom ik ooit mijn boek over het nieuwe opstellen heb geschreven. was omdat ik uit het klassieke familieopstellingen. Uh, toch ook omdat ik ooit een abortus heb ervaren waar ik schuld aan heb. Waar ik verantwoordelijkheid voor heb te nemen, wilde ik ook bewust met mijn zaad omgaan. Ja. Dus dat heeft me ook heel veel gebracht: dat trauma en de pijn. En maar ook op dit pad geïnspireerd. Ja. Het is wel zo dat als ik minder klaar kom. Uh, er is een heel mooi boek, dat is van een mevrouw die het Narnia Robinson. Dat is Cupid's Poisoned Arrow. Zij heeft onderzoek met allemaal ratten. En dat, uh, heel veel mensen willen dat niet lezen. Want de, 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 de egostructuur. Er zullen heel veel jonge mannen zijn. die willen ook deze podcast nu uitzetten. en snel wat anders gaan doen. Dus er willen heel veel mensen. vooral mannen willen dit allemaal niet horen. Ja. Want heel veel mannen zijn ontzettend gehecht aan hun kleine klaarcomfix. en willen dit niet horen. Maar toch wil ik je uitnodigen om dit te horen. want je wordt gewoon een veel betere minnaar. Dus als jij een betere minnaar wilt worden, luister goed. En uh, ga op dit pad. Kun je daar eens over vertellen? Want dat heb je aan de telefoon net heb je dat kort benoemd uh, buiten de, de uitzending om. Dus interessant om het daar ook nu over te hebben. M met name denk ik mannen die luisteren. Kun je die eens meenemen in wat, wat gebeurt er wellicht energetisch of spiritueel wanneer een man uh, klaar komt? Ja, het is zowel voor mannen als voor vrouwen is dit belangrijk. Het blijkt uit wetenschappelijk onderzoek, dat wordt ook in het boek heel mooi beschreven, dat je eigenlijk na klaarkomen, zowel mannen als vrouwen, dat je soms twee weken nodig hebt om te herstellen, zeg maar. En bij jonge mannen is, uh, heb je meer. De Chinezen hebben allemaal hele mooie tantrische... als je de Chinese tantrische teksten bestudeert, of de Indiaanse... Uh, of ook in de Amerika heb je de Quakers. Er zijn al, over de hele wereld zijn er. Uh, het is een soort levensenergie. Ja. Kundalini zoals in de yoga, Kundalini. Het is gewoon levensenergie die nieuwe mensen maakt. Dus het is heel belangrijk, niet alleen mannen, maar ook vrouwen, om heel bewust eigenlijk met die energie, want het ja. is een soort: je upload je zenuwstelsel en dan, en dan upload je die energie en dan pff, laat je hem zo wegstromen. Ja. Zeg maar. Dus als je het hebt over duurt soms al twee weken om te herstellen, voordat mensen denken: wat dan? Uh, dan heb je het eigenlijk over levensenergie. Het duurt ja. twee weken voordat je weer op hetzelfde level van levensenergie ja. zit. Ja, ja, ja. 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 En het maakt dus niet uit hoe vaak of uh, het gaat dus niet. Het, gaat om, het is wel zo dat er een correlatie is tussen uh, levensenergie en klaarkomen. Uh, en dingen in de wereld, uh, je liefde voelen, het samen fijn hebben. Je hebt soms dat je dus meer ruzie krijgt. Als je heel veel bent klaargekomen, dan, dan is ook het ware die liefdesbubbel even weg. Terwijl als je niet klaarkomt, dan blijf je als het ware maar in die. Hey, Hey, ik, ik wil je nog steeds. Klaarkom is ook een soort break van even de verbinding. Ja. Dus het is voor de voor als je. Is hey, dit, ja. Ja, is dit, ik dacht altijd dat dit voor mannen veel meer geldt dan voor vrouwen, dat levensenergie verloren gaat ja. bij een orgasme. Of is dat. Nee, het is voor vrouwen ook uh, zo. Het is voor mannen wel meer aan de hand. Ja. En voor oudere mannen wat meer aan de hand dan voor jongere mannen natuurlijk. Uh, als je dus uh, kijkt naar Napoleon Hill, bijvoorbeeld, Denk groot en wordt rijk. Hè? Mm -hmm. Michel Lodzik, zijn uh, visie op uh, hè, wat, wat uh, yeah. manifestatie en ondernemerschap. Yeah. Dan zie je dat voor mannen wel belangrijk. Dan zie je ook in, in dat boek beschrijft Napoleon Hill ook heel erg dat succesvolle leiders en ondernemers. ook echt heel bewust met hun zaad omgaan. Zeg maar, en de, die levensenergie gebruiken om ook de wereld te dienen of grootse projecten te, yeah. uit te vinden. En, maar ik heb wel in de praktijk ontdekt, als ik klaar kom. Maar dat in een hele liefdevolle verbinding en ontspanning met mijn vriendin of met mijn vrouw uh, was. dan En die, de energieuitwisseling. Dus er is geen zwart-wit ja. in beton gegoten verhaal. Ja. Sowieso ben ik wel eens helemaal mezelf vergalopeerd in proberen niet klaar te komen. Maar dat werd dan weer een... Werd dat weer een ding. Werd dat weer een ding, snap ja. je? Werd dat weer een doel. Ja. Dus dat is ook niet handig. Ik denk dat je heel goed bij jezelf kan checken van joh, hoe ja. voel ik me daarna? en hoe vaak komt het voor dat je daarna, nou in dit mooie voorbeeld wat jij deelt, dat je verbinding en, en, en liefde en eenheid ervaart en hoe ja. vaak komt het voor dat je een beetje neutraal bent, en hoe vaak ja. komt het voor dat je daarna eigenlijk denkt nou, ja, en dan niet meteen me daarna, weer. maar dan moet je even de dagen daarna, moet je gewoon voor jezelf observeren hoe werkt dit nou, en ga gewoon op onderzoek uit, er is ja. tegenwoordig heel veel te leren op dit terrein uh, het is ook altijd een onderdeel van onze trainingen dus behalve lesgeven in intuïtief systeem, coach, familieopstellingen geven we ook les in, is dit ook een onderdeel? En uh, ja, ik, uh, het heeft mij persoonlijk zoveel gebracht dat ik ook heel bewust met jou deze U-turn wilde maken. Ik uh, had van jou begrepen dat het wat kwetsbaar voor jou lag. Dus ik, ik wil hem toch weer even terugbrengen, omdat yeah. ik echt, echt denk dat, dat dit voor mannen en voor vrouwen. Uh, dus alsjeblieft. Onderzoek dit voor jezelf. Uh, ik weet ook dat ik mijn relaties. Dus sinds ik dit onder de knie heb. Wat niet alleen de technieken of methoden in bed zijn. Maar ook te maken heeft met al geheel hoe ik in mijn relatie sta. Laat ik me wel of niet kastreren, hadden wij het over. Hè. Uh, durf ik in mijn eigen kracht. Even, te staan. even niet, niet letterlijk bedoel je? Nee, niet letterlijk. Maar, maar uh, blijf ik als man bij mezelf? Ja. Leid ik nog mijn eigen leven? Of verval ik in die soort pleasende, brave jongensrol? Hè? Waar ook de eerdere podcast uh, al, al over ging. Of yeah. een brave meisje. Dus uh, hoe mooi is het bijvoorbeeld om als vrouw een keer je helemaal te laten verwennen? Het is ook heel belangrijk om, heel praktisch nog, om één keer in de week een make-love date in je agenda te zetten. Van twee à drie uur. En je als vrouw ook even helemaal te laten verwennen. En je heel langzaam vanzelf van binnen uit te laten openen, zeg maar. Yeah. En uh, ja. En echt heel eerlijk te zijn. En dit is niet makkelijk, want er zullen ook vaak allerlei trauma's omhoog komen. die dan geheeld willen worden. Soms is een make love date het eerste uur alleen maar. alle dingen nog aan elkaar uitspreken. die ja. nog niet uitgesproken zijn. Ik bedoel, dit is geen makkelijke route. en het is niet meteen. leidt niet meteen tot succes. En het, het, het is met vallen en opstaan. Ik ben alleen heel blij dat ik dit. Uh, het helpt mij wel enorm om mijn eigen levensenergie bij mezelf te houden. Ja. En uh, heel bewust te kunnen inzetten. En, uh, en, 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 en daarin ook afstand te nemen van een zekere maatschappelijke programmering. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja. Ik vind het mooi dat, je, dat we het hier zo uitgebreid over hebben. Want het begint nu... Uh, begint zo, voor mij in elk geval, maar ik denk voor de luisteraar ook, zo uh, tastbaar nu te worden dat seksualiteit of beter gezegd intimiteit gewoon een hele mooie poort kan zijn naar meer verbinding, ja. uh, meer ja. uh, allerlei thema's die, die, die ver buiten de slaapkamer gaan, maar dat ja. het zo mooie omdat het denk ik ook zo'n rauwe en oerenergie is, dat het ja. zo verbonden is met ja uh, überhaupt je, je reis in het leven en je ja. ontwikkel. Ja, en ik heb zie je hebt heb echt de vrouwen. Uh, zo mooi, zowel de vrouwen in mijn eigen leven als de vrouwen in mijn groepen. Ik heb ze allemaal zo mooi, dichter bij zichzelf en hun eigen vrouwelijkheid. En hun eigen lijf en zichzelf en hun gevoel zien terugkomen. En het hele van misbruikervaringen en het, het, het steun uit de vrouwenlijn. En ik, het is zo mooi om te zien dat alles daarin te helen is. En de mannen in hun eigen kracht en hun eigen ja. basis en hun eigen onafhankelijkheid. En hun mannelijkheid en hun ondernemerschap ja. en hun leiderschap. Ja, om terug te komen op, op, op mijn vraag van, uh, van het begin van deze podcast: wat is mannelijkheid? Uh, Rambo. <laughs> ja, daar voel ik <coughs> dat, dat stuk lust en porno en, en, uh, bij. <coughs> en wat, wat ik hierin. Wat ik hierin voel, is dat mannelijkheid is nou ja, wat jij zei, veel meer naar je lijf en voelen. En dat, als je dat zo oppervlakkig hoort, kun je denken, oh, dat klinkt toch juist uh, als heel zacht en helemaal niet mannelijk. Maar dat is juist tien keer veiliger. Voor jezelf en voor je partner om vanuit die zachtheid en die verbinding en die bedding in het leven en in je relatie en in de slaapkamer te staan. Ja. Ik ja. reproduceer nu maar hoe het bij mij uh, ja. voelt. Ja, je, je triggert bij mij een heel mooi onderwerp. Waar ja. Ik nog even op terug wilde komen. Dat is dat we gezien hebben in de opstellingen die ik doe. En Dus je hebt in opstellingen allemaal lagen. Je eerste laag is jij in verbinding met jezelf. De, 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 dan heb je een laag van jij en je eigen trauma's in jouw leven, dingen die je mis hebt gedaan. Ja. Dus je gaat al steeds een laagje dieper. Dus je hebt nu, jij Thijs, met je vriendin of je vrouw, jij Thijs, en uh, als kind vanop van je ouders, ja. dynamiek. Dan heb je nog, jij Thijs, of jij luisteraar, hè? kan je meedoen. In relatie met je hele familiesysteem, met je opa en je oma. En dan heb je nog je overgrootouders, je bedovergrootouders. En dan heb ik daaronder nog wat ik noem een archetypische laag. Zit een archetype. En dat is een door Jung, Carl Jung, de ontdekker van de schaduw en het collectief onbewuste. En wat jij nu eigenlijk beschrijft, als ik dan die link even maak met die diepere lagen. Mm -hmm. Dan beschrijf jij eigenlijk. In onze samenleving zie je als man. hebben wij eigenlijk verschillende archetypes ingeprogrammeerd gekregen. Via alle films en media en verhalen die we hebben gekregen. We hebben twee belangrijke archetypes. Jij beschrijft één, dat is eigenlijk de uitverbinding gaande. bozige man, mm. die, niet, die zich niet laat raken eigenlijk. En als hij zich laat raken, gooit hij met bommen meteen terug. Mm. En de boze gefrustreerde man die zich niet laat kennen, zeg maar. En die ja. altijd maar doorvecht. Ja. De soort. De, de, de krijger archetypen die overal in deze wereld terug te vinden is. Ja. Ook in de maatschappij, in de politiek zie je overal. We moeten terug vechten en we moeten dit en dualiteit zij tegen wij en vechten. En, dat is. en aan de andere kant hebben we, de, waar wij het ook samen over gehad hebben, hebben we eigenlijk de, de wat jij op de middenstip de, de verloren man. De baby, de man als baby, de man die zichzelf overlevert ja. aan de vrouw. De, de man die eigenlijk uh, maar doet wat de vrouw ja. wil. En uh, de pleasende man. Eigenlijk Jezus die aan het kruis genageld is. Dus die hele diepe beelden van Jezus. En dat ja. is ook het beeld van geef je over. Maar het is ook natuurlijk een, een oorspronkelijk door het Romeinse Rijk gecreëerde beeld. om het onderdrukkende volk, de Joden, dan te leren dat ze zich over moesten geven. Ja. Dus het Nieuwe Testament is helemaal politiek strategisch neergezet. Ik hou heel erg van Jezus, hè, als echte. Dus, maar ik stel me Jezus altijd voor als een Germaanse krijger, als Ragnar. Ragnar Lofbroek uit de Vikings. Hè. Of uit Outlander, hè, onze Jamie. Ja. Of, of, uh, als Neo, hè, of als Nio. Uh, uh, dus of als Gandalf. Dus ik stel me Jezus altijd voor als een soort oude viking-krijger met een staf in zijn handen. Zo, hè. Een soort Sinterklaas, want daar ben ik mee opgegroeid nog. Hè. Een soort een soort krijger die echt staat en in zijn buik zit en krachtig is en een soort krachtige oude wijze krijger zeg maar ja. die ook niet bang is om te strijden als het moet maar die ook niet bang is om zijn hart open te stellen zeg maar en zich echt te laten raken en zijn liefdevolle wijsheid vanuit zijn hart dus zijn panzer op zijn hart opent zeg maar ja. en dit zou ik zo graag willen dat de leiders van deze samenleving de politieke leiders maatschappelijke leiders dat ze echt eerst diep, diep, diep gaan investeren in zichzelf, in hun eigen persoonlijke ontwikkeling, om dan daarmee daarna de samenleving te gaan leiden. En is er nou ook nog een derde archetype? Want het, het, allebei uh, zijn ze het eigenlijk niet, als ik het zo goed hoor. Dus het ene archetype is de uitverbinding zijnde boze man. Andere archetype is de man die zich uh, uh, Zegt, zeg maar wie ik moet zijn en wat ik moet doen. En zich totaal dus, dus aanpassen. De derde archetype is eigenlijk die man die ik net noem. De, oh de, ja. Dat is eigenlijk een nieuw archetype. Want okay. de twee archetypes. Je hebt dus de, de uitverbinding zijn de James Bond en Rambo. Mm -hmm. Of uh, Beverly Hills Cop. Mm -hmm. Snap je? Gewoon de uitverbinding zijn. De, ik uh, heb allemaal mooie auto's. Of de succes uh, wat jij had. Ja. Uh, wat jij een beetje beschreven. in... Uh, kijk, ik ben alleen en ik heb de wereld licht aan mijn voeten. Avici, wauw, geweldig. Icarus, snap je? Yeah. I'm great. Yeah. I'm God. Weet yeah. Je? Yeah. Die? Of de hele. Nee, ik wacht even. Ik ben helemaal niet god. Ik ben aan het kruis genageld. Ik kan niks. Ik ben machteloos. Ja, En ik ben behoeftig en ik heb. Ik, ben ik, heb, ik, heb, ik heb anderen nodig. Ik en... heb anderen nodig. Moe mama, help me, red ja. mij. Ja. Uh, uh, uh. En het, het, het nieuwe archetype, wat ik dus wel neerzet, is een soort krachtige liefdevolle krijger, dat is Jezus die van het kruis stapt, yeah. die een soort kruising is tussen Neo, Gandalf de Grey, Frodo, snap je? Ook een beetje lief en schattig, en, maar die echt zijn hart kan open doen. Yeah. Dus ik zou heel graag alle kunstenaars willen uitnodigen om ook deze nieuwe archetypen, laten we de oude archetypen afstoffen en laten we nieuwe beelden en nieuwe kunst creëren. Ja. Yeah zodat we echt uh, als man en vrouw weer. Want heel veel vrouwen hebben natuurlijk hetzelfde probleem. Die hebben natuurlijk de goede heilige Maria. De gekuiste Maria. Heel veel vrouwen hebben. Uh, ik moet mijn mond houden. Ik mag niet mm. zichtbaar zijn. God, die Thijs en die hielken die, die spreken zich maar uit op zo'n podcast. En die. Ik moet mijn mond houden. Ik mag niet zeggen wat ik vind. Ik moet de man redden en pleasen en helpen. En, uh, ja. Ja, dus die, die hebben datzelfde. Dus voor heel veel vrouwen help ik ook heel vaak... door de woedende, wilde, wijze heks, snap je? Weer hun hun naar boven te brengen. Ja. Kali of Lilith of binnenkort de Maria Magdalena dag bijvoorbeeld. Oh, wauw. Ja. En als je je wat meer herkent in dat eerste archetype... wat, wat je dan te doen staat, is denk ik wel, ja, de, die, de verbinding met jezelf. De vertraging, dus eigenlijk de, 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 de zachtheid uh, via je lijf gaan ervaren... Als je wat meer herkent in de, de leidende man. die zichzelf laat nagelen aan, aan het kruis. door het leven, door een vrouw, door whatever. Uh, door de baas, door de belastingdienst. ja. Door de vaccinatiestrategie, whatever. Ja, ja en ik denk waar wil ik in toe. Nou, wat, wat staat je dan te doen als je zelf daar ja. wat meer in herkent? Ja, nou, wat je dan te doen hebt. Ik denk dat het al heel moedig is. als je tot nu toe nog in deze podcast bent. ben je al moedig. Dan, ja. Uh, dus de. De, ik denk dat de, de, de eerste stap is de pijn. Dat je dat in jezelf kan herkennen, dat is echt al een grote stap. Dus als je het nog niet in jezelf kan herkennen, kijk of je het, wat we nu aangeven, waar herken ik dit? Waar, waar kies ik zelf voor? Waar vind ik het zelf fijn om nu mijn vrouw te nemen en klaar te komen? Of waar word ik eigenlijk door haar overrompeld en kom ik snel klaar? Waar, waar, waar ben ik zelf in de lead? Doe ik, leef ik mijn roeping in werk? Ja, je bedoelt, je bedoelt nu ook even als metafoor. Als metafoor, uh, ja, ja, ja. als metafoor. Ja. Als metafoor, Waar ben ik, of als vrouw, waar, waar durf ik echt ontvankelijk en receptief te zijn? Ja. Waar ben ik in mijn, in mijn waar, 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 waar maak ik echt ruimte en kan ik echt mijn liefde helemaal zijn? Ja. Of waar ben ik, ja, dus die, die, dat je echt durft toe te laten eerst maar de. De rauwheid van de pijn of de leegte. Ja. Dat je echt voelt, jeetje, ik voel eigenlijk helemaal niks in mijn buik. Ik kan me eigenlijk helemaal niet voelen. Ik ben leeg van binnen. Goh, uh, wat zij nu zeggen, ik ben heel erg in mijn hoofd. En ik wil, heb allerlei argumenten waarom het niet waar is wat ze zeggen. Ik zit eigenlijk in een hele argumenterende soort welisnietes. Ja. Niet alleen nu met Thijs en Hielke, maar in het algemeen. Dus... Dus de eerste stap is eigenlijk het erkennen van het lijden, zeg maar. Ja, en ik, wat ik. Ik herken me nou, in allebei, maar ik herken uh, denk ik meer in, in dat tweede archetype bij mezelf. Mm. Um, en vanuit die ervaring denk ik dat wat, wat nodig is om dat te kunnen doen, om dus onderscheid te kunnen maken van hé, hey, maar wat, wat is nu van mij en wat is van de ander, of wat wil ik, is dat je. Um, eigenlijk meer veiligheid en bedding in jezelf ervaart. Want als je, en dit is eigenlijk een linkje naar de moederwond, die ik nu wil maken. Uh, je zei net iets heel moois, van mama waar ben je? Of mama ik heb je nodig. Uh, dus als je op die manier nog behoeftig bent, ja, dan is wellicht jou, jouw behoefte aan, aan geruststelling, uh, aandacht, liefde, kalmering nog van de buitenwereld nog zo groot, mm. dat je niet eens zo goed kan voelen uh, wat je eigen wil of bedding eigenlijk is. Klopt. Uh, dus een route, denk ik, om van het kruis af te komen, is uh, zeker niet via de buitenwereld, want dat is nog meer van het kruis, maar is ja. uh, hoe kan je loskomen en dan komen misschien op het opstellingenveld, dat weet ik niet. Laat ik in jou, maar hoe kom je los van, mama, uh, ik heb je nodig? Nou, de eerste is dat is een paradox. Uh, alle goede dingen in het leven zijn paradoxen. Als dingen te rechtlijnig, één richting verkeer, dit is de enige weg, dan moet je altijd uitkijken. Um, heel belangrijk is het dat je je realiseert. Ik ben heel be dankbaar dat jij realiseert dat je die moederwond hebt. Dat je daar ook in therapie en uh, met opstellingen aan gewerkt hebt. Maar alleen de volgende stap nu voor jou is het aan de een, met één hand erkennen: van ik heb jaren in therapie gezeten met die moederwond. Tien jaar in therapie. En op een gegeven moment ontdekte ik, ik: ik kom niet jij. verder. Ik, ja, ik, als Hielke. Ja. Ik kom niet verder, want ik blijf naar de wond kijken, maar die wond blijft hetzelfde. Ja. En toen ik jong was, hoopte ik altijd nog. Er komt een moment dat ik die wond kwijt ben. Maar dat moment kwam nooit. Totdat ik op een gegeven moment realiseerde: wacht eens eventjes, ik, die wond hoort bij mij, die zit in mij geprogrammeerd. En als ik bezig ben de wond op te lossen, dan ben ik stiekem bezig er tegen te zeggen. Jij hoort niet bij mij, jij mag hier niet zijn. Dus ik ben heel dankbaar dat jij Thijs. Al met één arm zo gewerkt hebt aan die moederwond, dat je dat herkent. Ja. Dat je dat ook kunt voelen, dat je ook dat bij de verdrietigheid ervan komt. Nu is het eigenlijk belangrijk dat je met die andere arm, die andere hand uitreikt naar je vader en je opa en je daderschap. Je schuld. Ik heb in de eerdere podcasts met mijn familieopstelling collega's al gehoord dat je daar al uh, mee bezig was. Ja. Dus het is heel belangrijk dat je dan kijkt waar is het tot nu net toe nog verborgen daderschap uit die mannenlijn en hoe kan ik in mijn leven ook meer bewust schuldig zijn en dader zijn en mijn eigen begrenzing zeg maar, want Jezus kon zich niet begrenzen. Jezus is een soort aan het kruis een soort mm -hmm. grenzeloze. Hij is en God hè? en de Vader is die eigenlijk en de Zoon. Yeah. Hoe kan jij de Vader en de Zoon in één zijn? Dus hoe kan jij in een soort gezonde afstand Jezelf begrenzen ten opzichte van je vrouw. Of als je met een man bent ten opzichte van je man, als je bij de man bent, of ten opzichte van een vrouw, als je bij de vrouw bent. Dus het ja. is heel belangrijk om daarin. En daarbij helpt het heel erg om met mannen, mannenwerk in, in, in onze groep. En daarbij helpt het ook om te werken met die archetypes. Ja. En ook uh, in de seksualiteit. Dus een keer oefenen om een tijd lang niet klaar te komen, puur om te leren, wacht even, ik heb de controle over mijn eigen zaad, is gewoon heel fijn. Ja. Daar niet in doorschieten, zeg maar. En dan ook te kijken, hé, hey, dus het, het, het is ook een beetje oefenen met, hé, hey, waar, hè, je, je, je vertelde me dat je, dat je gewoon daar uh, je helemaal soms jezelf kan zijn, dan is het ook heel belangrijk om te kijken, waar ben ik, mag ik ook die soort dominante man die ik dan. Bijvoorbeeld in bed zou kunnen zijn. Hoe kan ik ook die gewoon in mijn leven zijn? Ja. Dus dat het integreert met elkaar. Dat je op een. Ja, in het begin ben je vaak een soort slaapwandelende kameel. Daarna word je wakker en ben je een soort schreeuwende leeuw. En dan pas integreert dat tot een soort volwassen mens. Zijn. Ja. Uh, dat je een soort van natuurlijke in je bekken. Dat je denkt: jeetje, en dit, dit heeft. Ik. In alle oprechtheid thuis, ik heb twee keer een lange relatie. Ik ben een keer getrouwd geweest, maar mijn huwelijk verloren. En ik heb een heel lange relatie gehad van negen jaar. Die ben ik ook verloren. En waarom ik die verloren ben, is omdat ik toch nog te snel dan, als het ware, dat wat ik vroeger van mijn moeder gemist heb: ja. Vroeger Vroeger moeder-kindbinding, de borstvoeding, de, de dichtbijheid van mijn moeder, de veiligheid en de verbinding die je net aangaf. En die haal ik nu nog steeds bij mijn huidige vriendin. Die soort veiligheid en hechting en verbinding. Maar wat mij heel veel gebracht heeft, is toch in mijn eentje op dat kussen zitten. Als man heb je echt je eenzaamheid uit te houden, zeg maar. En te voelen, wacht eens even. Ik ben hier om dienstbaar te zijn aan het leven, zeg maar. Niet alleen om met mijn vrouw. Vaak zien we dat wij alle liefde willen halen in onze samenleving. In de partnerrelatie. Dat ja. dat de enige moment is waar we liefde hebben. Maar eigenlijk is liefde alles. Ja. Met mijn kinderen, met mijn vriendin, met de samenleving. En ik ben ook liefde, zeg maar. En eigenlijk wilde ik stiekem nog liefde daar halen. Omdat ik ergens voelde, ik ben niet liefdevol genoeg. Hmm. Ik mag er niet zijn. Ja. Dus die oude pijnstukjes in mijn buik. En die wilde ik dan eigenlijk niet zelf dragen. Maar die hoopte ik dan... Hoopte ik dat zij dat als een soort surrogaatmoeder voor mij ging oplossen. Maar sinds ik... Dat zie, dus het is het zien, het, het herkennen, het erkennen. Dus niet alleen het zien heeft zin, want dat is nog alleen de view, alleen nog het, het hoofd mm -hmm. dat het herkent. Het echt doorvoelen in je buik, nou, daar helpt dus microdosing en plantmedicijn en mm -hmm. meditatie echt heel goed voor. Dansen, zingen, chanten, zingen, mediteren, doe, je, ga, doe dingen die je van binnen hebt. Ja. Uh, maar ook sporten helpt erbij. Ik hou, uh, ik doe aan ijshockey bijvoorbeeld. Dat helpt mij enorm. Snap je, om in mijn ja. lijf en in mijn bekken. Oh, ja. En, en ja, belangrijk ja. om je ook met de broeders en de mannen op te laden. Te ademen. Ademwerk helpt enorm. En. Als ik dit op uh, mezelf betrek, jij geeft aan dat je tien jaar lang bezig bent geweest met je moederwond. Om, om een tijdje ook al de achter te komen van ja. Het, ah, tien ik, jaar ik denk dat ik nog steeds daarmee bezig ben. Ja. Maar het, tien jaar was ik echt gefixeerd op die moederwond. Ja, en ook even voor de luisteraar, het is niet fout als je iets bij je partner haalt. Of nee, sterk nog, dat, nee, dat is precies de bedoeling. Zo precies, werkt het. Precies, ja, en tegelijkertijd, ja, als je je bewust van, van, van bent, als ik naar mezelf kijk, dan uh, uh, ben ik. Ook op mijn manier nog steeds bezig en heel veel bezig geweest met, oh ja, uh, mama was er niet voor me en ik had dat nodig, want anders kon ik niet overleven. En dat projecteer ik nu op mijn omgeving of op mijn vriendin. En dat is eigenlijk gewoon de kleine baby Thijs of whatever. Super interessant en kan ook helend zijn. Uh, en tegelijkertijd kan je daar soms ook achter je eigen staart aan rennen. Precies. dat uh, En, en in ons telefoongesprek zei je al heel snel, en dat is toevallig en natuurlijk niet toevallig een thema wat ik steeds meer nu in mijn leven tegenkom. Wacht even, ik mag naar de mannelijke kant kijken. Ja. Uh, en kun je daar wat. Uh, want anders denk je telkens: ik heb die bedding gemist bij mama. Dus ik moet hem fixen bij mama en weer vinden bij mama. Terwijl de grap is juist dat je via het mannelijke ja, dus die het, bedding vindt. Het, uh, wat in mijn, mijn eigen pad zo'n belangrijke. Dat is eigenlijk dubbelzijdig. Dat je aan de ene kant bewust bent van deze trauma's en de situaties waaruit ze komen, dat je die ook doorvoelt. Daarom zijn opstellingen zo ontzettend helend, ja. omdat je dan op een hele diepe, niet alleen op een cognitieve manier, maar echt op een hele emotionele manier die dingen doorvoelt ja. en ruimte voor maakt. Aan de andere kant is het heel erg belangrijk om je volwassen zelf. Ja. Anders blijf je in een soort regressieve toestand zitten. Ja. Ik heb 10-15 jaar in therapie gezeten met alleen maar werken aan die moederwond en op een gegeven moment merkte ik ja, ik heb even een soort uitlaatklep in de therapie. Ik kom terug en dat brengt me wel dichter bij mijn gevoel. Ik kom terug in mijn relatie en daar ben ik alsnog dat 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 regressieve misbruikte kind. Waar is eigenlijk de volwassen zelf? Nou, die volwassen zelf, die volwassen man, die volwassen zelf, die steun je. Door echt tijd te nemen om met jezelf te zijn. Ja. En de meest krachtige methode om met jezelf te zijn. is op een kussen te gaan zitten. of op een stoel te gaan zitten. En even in. in daarom is meditatie zo'n krachtige techniek. Ja. om echt even tijd te reserveren. om even met jezelf te zijn alleen. Ja. Niet in de buitenwereld allemaal dingen te denken en te doen. maar echt even tijd te reserveren. en. En beide kanten kunnen een valkuil of een bypass hebben die in zich. Hè? Ik, ik was ook jaren als jongeman in allemaal spirituele groepen. En daar, uh, daar, daar zag ik mensen om me heen op die kussen zitten. En dacht ik, jeetje, deze mensen zijn allemaal niet gelukkig. Deze mensen zijn aan het vluchten in spiritualiteit. Ja. Maar ik zag ook mensen in de therapie zien. Dacht ik, hé hey, Jezus, deze mensen zijn helemaal aan het vluchten in de hele tijd. Maar met emoties en met therapie bezig zijn en daarover lezen en een soort heel veel daarover weten en een soort dus beide kanten hebben een bypass. Ja. En ik denk dat de meest essentiële stap is in het midden dat je ze, ja, ik herken mijn trauma's. Ik weet waar ze vandaan komen. Ik doe voel ze. Wacht even. Ik ben een volwassen ziel in het hier en nu. Het verleden is niet belangrijk. Het gaat om hoe acteer ik in het nu. Ja. Mijn ademhaling. Mijn aandacht, goh, ik ben gespannen in mijn buik en daar is lichaamsbewustzijn, ademhaling. Daarom is dat zingen, het chanten van mantras, waar je net over vertelde, Bijvoorbeeld, dat yeah. zo ontzettend krachtig. Het is niet alleen gezellig, dat is gewoon een hele oude techniek, een beoefening. Het is een practice die echt werkt. Yeah. Niet als je dat één of twee keer doet, dan is het gewoon gezellig en mooi. Maar, maar, maar dat je een soort fundamenteel. Ja, vroeg mij net, we kunnen toch niet allemaal zo ontzettend veel investeren, had je gezegd, hè, in persoonlijke ontwikkeling. Nee, maar we kunnen wel als samenleving met z'n allen uh, de reis naar binnen maken, collectief, met behulp van ceremonies, want dat zijn eigenlijk van ja. de opstellingen, collectieve ceremonies. En een, een weg, nu zijn we zo'n eigenlijk op, we, 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 we volgen een religie in onze samenleving, dat is de religie van de ratio eigenlijk van materialistische, hedonistische, rationele wereldvisie. En wij denken allemaal dat dat dan onomstotelijk, feitelijk de werkelijkheid is. Alleen dat is een, 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 een filosofische uitgangspunt... die heel langzaam in onze westerse samenleving is ontstaan... en die in de toekomst misschien weer gaat vervallen... Het is een keuze, zeg maar. Het is, ja. een, 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 het is een manier van kijken. Het is niet op feitelijke wetenschap berust. Het is een aanname. Dat, uh, of het leven is allemaal materie, of het leven is allemaal bewustzijn. Het is allemaal een concept. En ook dat we zoveel mogelijk moeten genieten en geluk na moeten streven. Uh, dat we allemaal overal over mee moeten beslissen. Het zijn allemaal concepten en dingen die ook op verschillende delen van de wereld en door verschillende mensen anders worden ervaren. Ja. Het is zo belangrijk om te kijken wat is. En, 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 en dat brengt mij iedere keer weer terug bij, bij mijn eigen ervaringen, mijn eigen innerlijke reis. Om voor mezelf te kijken wat is eigenlijk echt waar diep van binnen voor mezelf. Ja, ja en als je dit zo zegt dan. Gun ik echt elke luisteraar, en ik kan altijd persoonlijke ervaring zeggen, de, de ervaring van, van vertraging, van verstilling. En of dat nu is op je meditatiekussen, of bij een mantra, of bij iets anders. Uh, mijn vriendin heeft me heel erg geholpen de afgelopen ja, inmiddels tien maanden. Onder andere door het zingen van mantra's, maar ja, door wat meer de vertraging en verstilling op te zoeken. Ja, en daar vindt zoveel meer magie en heling plaats. Dan de, de red race, die, die ook tof is, waar ik ook enorm van hou. Maar ik, ik ga iedereen die ervaring van vertraging, verstilling, waarbij je voelt: oh, wacht even, ik, ik ben de liefde. Ja, ja dus ik, ik organiseer ook altijd één keer per jaar een, 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 een retraite waarbij we echt helemaal die vertraging opgaan. Zo en ik heb zelf ook zoveel gehad aan zelf op retraite te gaan, dat ik, dat ik niks liever dan mensen even uit die red race halen. Ja. Want ik, ik zag ook dat ik, dat ik eigenlijk niet goed mijn patronen kon veranderen. Uh, als ik maar kleine snufjes van coaching of therapie, dat had wel effect. Ja. Dat ik echt eventjes af en toe even helemaal eruit moest stappen. Even fundamenteel echt diep, diep van binnen verbinden. En dan weer opnieuw. Ja weer het leven instappen ja. om dan echt vanuit die nieuwe, want heel snel werd, word ik toch geleefd en negatieve ruzies in relaties of gedynamiek met kinderen of uh, ongezonde levenspatronen die, die heel snel sluipen al die negatieve patronen en dat worden dan gewoonte patronen. Maar het is zo belangrijk om ook even terug te gaan naar jezelf en dan vandaaruit nieuwe patronen neer te zetten in je ja. leven. En om het toch nog even ook over, over opstellingen het uh, te hebben, uh, ja, ben, ben jij ontwikkelaar van het nieuwe opstellen, bedenken van het nieuwe opstellen? Kan hey, dat dat zo is stellen? een woord die is ontwikkeld door mijn leraar Bert Hellinger. Ik ja. ben zeg maar vanaf eind jaren negentig van de vorige eeuw bezig met opstellingen. Ja. Uh, ik heb uh, tussen 2000 en 2010 ben ik heel veel bij Bert Hellinger zelf in de leer geweest. Ik ben rond uh, begin 2000 zelf begonnen met die opstellingen. En uh, Bert Hellinger heeft een enorme transformatie doorgemaakt zelf. Als leraar in het van heel erg sturend zijn naar het volgen van de representanten. naar uiteindelijk wat we dan het nieuwe opstellen zijn gaan noemen. Dus ik heb als een trouwe leerling alleen maar zijn. Dus, uh, Bert ja. Hellinger is de inspiratiebron en ontwikkelaar. En ik heb als het ware hem gevolgd ja. vanaf 2006, 2007, uh, 2008. Ik zie mezelf nog in Hamburg. in een prachtig Rudolf Steiner houten soort uh, theater. Hem voor het eerst opstellingen helemaal in stilte doen. Uh, waarbij hij ook niet de representanten benoemde, wie wat was. En dan was mm. ik zo doorgeraakt. Wow. En ook de zin van, uh, dat, 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 dat daar waar ik en mijn cliënt samen worden meegenomen in iets groters. Daar waar ik en mijn cliënt samen worden meegenomen in iets groters. Dat is de, wat we dan ook, ik had het ook genoemd, de heilige Drie -eenheid, hè? Drie is een soort heilig getal, ook in de keltische traditie, in de druidische traditie, die uit mijn mannenlijn komt. En uh, daar was ik zo door geraakt dat ik vanaf 2008 tot 2012 eigenlijk dat heel veel heb uitgetoetst in mijn jaaropleidingen, ja. die ik vanaf 2004 ben gaan geven jaaropleidingen in familieopstellingen en organisatieopstellingen. En toen heb, ben ik vanaf 2012 tot 2015 heb ik daar een boek over geschreven. Maar vooral ook door de pijn die ik zelf had ervaren eigenlijk door die wat ik je vertelde over die abortus, ja. dat ik zelf had ervaren van ja, er zitten hier een aantal w-fouten in. Al moet ik eerlijk zeggen, tegenwoordig zie ik dat, dat nieuwe opstellen eigenlijk gemeengoed is geworden in bijna alle opstellingsscholen in Nederland. En als je op een hele zuivere manier zinnetjes gebruikt en toepast, dan kan het heel mooi zijn. Uiteindelijk is niet de methode belangrijk, maar is de, het bewustzijn van de, de opsteller zelf ja. dat is waar het over gaat. De dingen die de opsteller in zichzelf heeft ontwikkeld en uitgewerkt. Ja, want, want zonder altijd te technisch te worden over opstellingen... En, en het oude opstellen, het nieuwe opstellen, bewijzen van... uiteindelijk was voor jou een, een doorbraak... dat je eigenlijk je ziel en je spiritualiteit... als uitgangspunt bent gaan nemen. Ja. Kun je dat toelichten? Ja, ik weet nog dat ik toen een relatie had met een Chileense vrouw. Je moet je voorstellen dat in die tijd... Bert Hellinger is heel erg begin 2000 aangepakt in Duitsland... Uh, omdat die daders zou vergoeilijken, Er was een artikel in Der Spiegel. Dus hij werd helemaal als nazi weggezet. Omdat hij ook nog in het verbindingshuis woonde. Naar het adelaarsnest. En, uh, maar in die tijd dat hij in Duitsland bijna geen brood meer bij de bakker kon halen. Uh, terwijl het het veld zelf was. Dat hem die dingen vertelde over die daders. Hij zette in... Uh, hij, uh, in de jaren 70, jaren 80, toen ik daar net bij begon met feminist sculpting... zette hij ook nog de daders uit de ruimte. Maar toen zeiden de cliënten, dit voelt niet goed. Dus familiebestellingen is eigenlijk het volgen ook van wat het veld zelf vertelt. Het is niet dat, dat wij zelf... Ja. Uh, we, we volgen eigenlijk gewoon, wat wil dat veld mij vertellen? Um, dus we lieten dat veld... Langzaam begon toen de beweging van de ziel, zoals we dat noemen. Dus dat we de representanten zelf lieten bewegen, daarvoor stuurde eigenlijk de opstelling nog alles. En in het nieuwe opstellen laten we eigenlijk het veld helemaal zo zijn, zoals het is. Dus ik doe nog wel interventies, dat ik samen met de cliënt zeg, wat breng ik in? Maar ik merk dat het familieopstellingenveld zelf al helend werkt. En dat ik per definitie zie dat we in het verleden niks hoeven te fixen, want dat is gewoon zoals het is. We kunnen wel heel diep het beginpunt van onze trauma's, onze transgenerationele trauma's, vinden. Mm. Dus daar waar we dan in de reguliere gezondheidszorg zeggen, daar komt het in mijn DNA. Daar zien we in opstellingen dat daar vaak een groot trauma zit. En ik zie me dus zelf nog bij Bert Hellinger, ik word er door ontroerd, merk ik. Want ik zie mezelf nog op het podium zitten. Ik was altijd bij Bert Hellinger zelf, om net als dat jij mij dat vertelde, dat deze podcast ook een soort eigen therapie is zat ik bij Bert Hellinger eigenlijk altijd op het podium om met hem uh, te werken aan mijn eigen thema's. En uh, toen zaten er twintig mensen op het podium van wie die de eerste vijf mensen wegstuurde, want die hadden niet echt een vraag van hun ziel, een aanliegende zelen. Echt iets, maar die hadden een soort hoofdvraagje, een ego-vraagje. Eh... Uh... Hij stuurde ook een mevrouw weg en die was duidelijk helemaal slecht in haar lijf. Die was uh, wat, wat wat forse, stevige vrouw. En die die liet zich helpen door twee mensen die haar te hulp schoten omdat ze slecht ter lijf was. Maar uh, hij stuurde haar eigenlijk binnen een minuut alweer terug naar de plek. En toen zag je alle hulpverleners in de zaal. Oh, wat doet hij nou? Want ze had duidelijk heel erg een appel gedaan op ze moet gered worden. Maar hij ging haar niet redden. Ze had veel te veel ziektewinst. Mm -hmm. Want Bert zei... Zagen jullie dat ze de mensen bedankte die haar hielpen? Ze bedankte niet de mensen die haar te hulp schoten. Toen zei hij: Denk je dat ze mij gaat bedanken als ik haar zo ga helpen? Ik denk het niet. Dus toen stuurde hij daar meteen weer terug. Dus opstellingen, echt goede opstellingen, gaan ook echt over dat je echt diep bereid bent je eigen verantwoordelijkheid te nemen. En dat je niet de opstelling gebruikt om als een soort quick fix van je probleem af te komen. Zeg maar. ja. En goed. Ik was aan de beurt. En ik vertelde over dat ik me toch altijd nog wat depressiever voelde. En, en, en niet lekker. En, toen, en toen, toen, toen zei hij meteen: Hoe is je relatie met je vader? En toen zei ik: Ja, mijn vader. die worstelt eigenlijk zijn hele leven ook een beetje met een soort depressieve dingen. en met alcoholisme. En toen zei hij: Goh, stel je vader op. En ga zelf ten opzichte van je vader staan. Het raakt me omdat ik afgelopen weekend bij mijn vader was op de boot die nu tachtig wordt en blaaskanker heeft en een openhartoperatie met zijn benen borstelt. Ik hou heel veel van hem. Hou. En uh, toen voelde ik ook van: ja, ik, ik, mag, ik wel zo meer, mag ik wel meer in mijn kracht komen te staan dan jij? Alsof ik een soort van uit mijn kindstuk nog in de navolgingstendens zat naar, naar mijn papa toen. Dit is in, moet je denken, dat is, dit is rond het, is misschien in 2009 dit in Santiago de Chile, waren mijn extra 500 mensen in de zaal. Het is dus helemaal vet, uh, trillen zo op het podium. En toen zei de Hielke: kan je voelen van binnenuit dat je echt wilt buigen voor het leven dat je van je vader gekregen hebt? En toen dacht hij dat ik een gewone buiging ging maken. Maar toen ging ik eigenlijk en dat nu achteraf gezien was het heel bijzonder. Toen ging ik eigenlijk vanzelf helemaal voorover zeg maar. Dus ik dus het nieuwe opsteller voor mij is dat je helemaal buigt eigenlijk voor het goddelijke in je vader en moeder. Hoe het goddelijke eigenlijk via alle trauma's van je familiesysteem jou het leven gegeven heeft. Dus hoe heeft het goddelijke, of de oermoeder, of de natuur, of als je daar niet in gelooft, het leven, mm -hmm. maakt me allemaal niks uit hoe je het noemt. Daarom zijn die archetypes wel belangrijk. Dus welke archetype heeft jou zo jouw leven gegeven? En ik kon zo diepe buiging voelen dat ik, dat, ik, dat was en diepe uitreiking eigenlijk. En uh, dus dat is daar waar eigenlijk onze hele familiesysteem en alle trauma's en alle gedoetjes eigenlijk één worden met onze ziel, zeg maar. Die twee delen waar ik je net over sprak. Ja. En uh, toen was voor mij een groot geschenk dat Bert zei, goh, dat heeft ons allemaal geraakt. Hè. Want dat zie je vaak in in het nieuwe opstellen dat we dan zien dat we grote opstellingen doen, maar dat iedereen daarin wordt meegenomen, zeg maar. Dus ik leer net zoveel van mijn cliënt, ja. als dat wel mijn cliënt leert, als dat ook alle mensen in de zaal. Want ik doe ook wel grote opstellingen, ook over de maatschappij en over de Oekraïne en over vaccinaties en over dan, dan en, uh, en ik laat ook iedereen in kleine groepjes werken. Dus het nieuwe opstellen voor ons is ook. Dat is eigenlijk wat ik er zelf aan toegevoegd heb. Een combinatie van meditatie, lichaamswerk en opstellingenwerk. En werkelijk die spiritualiteit, die liefde, eigenlijk als uitgangspunt mm. nemen. Dat heb ik er zelf aan toegevoegd. Dus ik ben, wat ik van Bert heb gezien, heb ik zelf als het ware de afgelopen 10, 15 jaar weer doorontwikkeld. En sowieso, bedankt voor dit delen. Ik zit helemaal in jouw, uh, in jouw verhaal. W wat heeft het jou gebeurd? Deze uh, dit moment van buigen voor, voor jouw vader en, en, en de, ja, de goddelijke energie die je van hem hebt uh, gekregen? Nou, het heeft het heeft een, uh, het was behalve het buigen voor mijn vader eigenlijk ook het buigen voor Bert Hellinger, dus het, het, uh, het was in die zin wel een soort combinatie, maar uh, dat ik tot op heden toe als een beoefening dagelijks, als het lukt, zo niet wekelijks, die buigingen doe. Dus ik maak gebruik van Tibetaans-Boeddhistische meditatie-technieken. En ik visualiseer dan als het ware het Goddelijke, mijn ja. hogere zelf. En dat ik nog dagelijks die. Want ik, ik, ben niet, ne, ik ben echt een. Ik ben echt iemand die vet groot ego kan hebben. En bang ben. En, 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 en uit angst soms mezelf neerzet. En bevroren ben en getrouwd met ze ben. Dus ik ben in die zin echt iemand... gewoon als Friese jongen uit deze cultuur. Dus het, ja. Maar het, het, het... als beoefening die buigingen maken... waarbij ik mezelf... en mijn, mijn, letterlijk mijn lichaam... even ten dienste van iets groters... dat heeft zoveel gebracht. En ik als het ware echt uitreik, dus behalve op mijn kussen zitten... heeft het doen van die prostraties... Ja. mij heel veel gebracht. En ik heb dat nodig. Ik denk dat heel veel mensen misschien dat minder nodig hebben dan ik. Maar, maar voor mij was het heel fijn om ja. die bewegende meditatie... Net zoals dat ik heel erg van ecstatic dance hou. Van bewegen. Van tai chi en qigong. Van sport hou. Vrijen. Uh, dat, dat in mijn lijf zitten, dat is wel echt mijn reddingen. En om hem, om hem rond te maken... Um... Er zijn al heel veel dingen voorbij gekomen in dit gesprek afgelopen twee uur over uh, man zijn en, en uh, wat je als man kunt doen om nou, die gebalanceerde de man, man te zijn in, je, in jezelf. Uh, en nog even voor mezelf en de luisteraar die zich zo herkent in, oh ja, die moeder woont, nou, die snap ik wel, ben ik me bezig. En je hebt de vader woont ook bij de vrouwen, hè? Papasmeisjes, wat nog zo oh, heleboel ja. Nou, dat, dat wordt een andere podcast. Gehad, <laughs> dus voor mannen die zich herkennen, herken ik nou moeder, want ja. daar ben ik echt wel mee bezig. Maar, oh, jeetje, ik ben zo geraakt in dat ik dat ik met het mannelijke, uh, dat ik dat meer voeding, meer aandacht, uh, meer water mag geven, zeg maar. Uh, je gaf wel aan mediteren, kussentje, maar, maar is het ook niet zo dat je gewoon mannen op moet gaan zoeken met, met mannengroepen? Dus is er nog een laatste concrete tip die je kan geven om wat meer de bedding in het mannelijke te vinden? Ja. Nou, dit. Ik... Ik denk dat het sowieso goed is om je vader, om even dan nog de relatie te nemen. en echt je vader in je hart te nemen. En je opa en je overgrootvader. Dus dat je echt met opstellingen, diepe opstellingen werkt aan het omarmen ja. van je mannenlijn. Ja. En dat, dat kan in allerlei groepen. Ik ben heel blij dat tegenwoordig heel veel mannengroepen zijn. Uh, Ralf en Sasha en, uh, en allemaal anderen zie ik uh, ja. daar heel veel mooie dingen in doen. En, uh, maar ik denk ook, dat wilde ik toch nog even maken, dat het voor vrouwen ook heel belangrijk is om hun moeder zeg maar, en hun grootmoeder en de vrouwenlijn zeg maar, en hun, hun ja. ontvankelijkheid, hun receptiviteit en hun vrouwelijkheid. Ja. Ik vind het zo verdrietig dat zoveel vrouwen eigenlijk voelen dat ze hun mannetje moeten staan en dat ze ja. daarmee hun eigen vrouwelijkheid. Opgeven. Dus alles wat we hier verteld hebben over man zijn gaat ook eigenlijk ook over vrouw zijn. Ja. En ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je dus echt ook man zijn ontwikkelt. Ook echt in de hechting aangaan met een vrouw. Uh, Bert Hellinger was zijn hele leven priester, hè? 25 jaar priester. Om um, hem um, helemaal um als voorbeeld te nemen, pas toen hij echt een vrouw durfde te nemen. En in de ontmoeting met vrouw zei hij, voelde zich dichter bij God. Ja. Dus uh, ja, heel belangrijk om je mannelijkheid te ontwikkelen en met mannengroepen. Maar dat is de voorbereiding, zeg maar, om dan een partner te ontmoeten. En dat kan ja. een man of een vrouw zijn als je man bent. Dat maakt in die zin niet uit. Maar ik denk dat het aangaan van echte hechting, zeg maar. Uh, ik heb ook heel veel op mijn kussen gezeten in mijn plantceremonies en in mijn workshops en het werken aan mezelf. Terwijl dat eigenlijk vluchtroute was van bypass van de hechting niet aan durven gaan. Ja. Dus ik wil iedereen uitnodigen durf je te hechten. Ja. Ja, dan moet ik denken aan wat je net eigenlijk zei. Dus mannen op zoek en allemaal dingen is dus allemaal droog oefenen en uiteindelijk is het nat oefenen. Dus het echte werk is uh, in dit geval in de relatie met een vrouw. Ja. Mijn coach zei ook laatst tegen mij: Thijs, ze kunnen zoveel dingen zeggen over. Uh, initiatie tot man en de, de indianen of whatever wat allemaal. Hij zegt de echte initiatie tot man is in relatie met een vrouw. Ja. Waarbij je openstelt, hecht, waarbij je alles in jezelf tegenkomt en geraakt wordt. Ja. En daar dan ja, letterlijk je man staan, je, jezelf voelen, vinden. En um, ja. ja, dat. Oh. Dankjewel. <laughs> Als mensen nu wild enthousiast zijn geworden en iets meer over jou willen vinden, waar kunnen ze dat... Uh... Nou, onze website van de Academie voor Opstellingen is www.familieopstellingen.nl ja. Wat altijd fijn is om even je aan te melden voor de nieuwsbrief, zodat we je op de hoogte kunnen houden. We hebben ook allemaal dingen die we dan vermelden. Uh, ik kan mensen altijd aanbevelen om uh, te beginnen met bij ons een tweedaagse te doen. Dat is onze introductieworkshop. Ja. Uh, dus we hebben nu uh, in juni nog een twee dagen, We hebben in de zomer dus een, de zomerretreaten. En mijn vlaggenschip is mijn jaaropleiding. Yeah. Dat is waar ik je echt het vak leer. En ja. je op een diepe persoonlijke reis meeneemt. Dus opstellingen.nl. Familieopstellingen.nl. Sorry, familieopstellingen.nl. Ja. Thanks, Joke. Aho. Ja, ja, dankjewel, man. This.